Goedemorgen, welkom bij de Bouwcoalitie. De laatste bouwcoalitie van dit jaar en ook de laatste bouwcoalitie onder regie van de Bouwagenda. We hebben volgens mij een mooi programma voor jullie met een aantal gesprekken over de corporatiesector, over energiesystemen en regie. We gaan ook nog even kijken naar scholen. Dat hebben jullie al een tijdje niet meer van ons gezien, maar daar is een mooi nieuw initiatief. Maar we gaan eerst beginnen met Bernard om eens even te horen wat er de afgelopen half jaar sinds jullie ons voor het laatst gezien hebben is gebeurd. Bernard, welkom. Ja, heel leuk jullie allemaal weer te zien. Ja. Alleen jammer dat het in deze setting manier is. Ik zou ongelooflijk graag weer een gezellige borrel drinken met de Bouwcoalitie en over alle onderwerpen praten die ons bezighoudt. Maar het is wij hopen dat op ons congres kan. Hè? Nog hopen weer, het wel. In het voorjaar. Maart volgend jaar. Hè? Ja, maart volgend jaar. Eind maart. Spannend. Ja. En voor, ja, het gaat ons, we zijn bezig, het gaat ons goed als, vind ik, als taskforce, als Bouwagenda. We zijn duidelijk bezig aan het afronden van onze 4 jaar. Hè. We staan binnenkort 4 jaar. En zoals van begin af aan gezegd, we zijn een tijdelijke commissie. Ja. Die tijdelijkheid maakt ons ook sterk. Iedereen weet dat wij stoppen. En aan het einde van de rit willen wij toch een resultaat kunnen presenteren. En we willen tegelijkertijd ook onze werkzaamheden borgen in een toekomstige organisatie. Ja. Want eigenlijk wil ik het inderdaad met je hebben over 2 dingen. Het, wat hebben we nou het afgelopen half jaar gedaan om ook echt klaar te zijn of bijna klaar? En hoe ziet die borging eruit? Zeker. Maar misschien dat eerste eventjes, van er is toch best wel het afgelopen half jaar veel gebeurd. Wat staat je zo helder voor de geest als belangrijkste resultaat van het afgelopen half jaar? Dat is hard gewerkt, echt hard gewerkt. Bij mij borrelt boven bijvoorbeeld de coalitie Bruggen en Sluizen. Ja. Dat is een onderwerp wat echt moeilijk is. Het verduurzamen en het klimaatadaptief maken van de Nederlandse kunstwerken. Maar daar hebben we onder leiding van Koenen, ons taskforce-lid, samen met Anita, hebben we bijeenkomsten georganiseerd, hebben we een coalitie gesmeed die nu echt aan de gang gaat. Ja. En misschien horen we vandaag nog iets over, maar het is een buiten. Die hebben we vandaag niet op het programma staan. Nou, het is eigenlijk heel belangrijk dat een aantal partijen hebben elkaar gevonden om te kijken hoe kunnen we nu via een soort van standaardisatie van technologieën en tegelijkertijd kijken naar circulariteit, wat een van de andere onderwerpen is die op onze agenda staat, zorgen dat er een vernieuwingsgolf komt bij Bruggen en Sluizen. Kunstwerken die soms al 50 tot 100 jaar oud zijn, die echt aan vernieuwing toe zijn. En die gelijk klimaatadaptief, maar ook circulair moeten zijn. Vind ik belangrijk. Dat is geborgd inmiddels. Dat gaan we overdragen naar het ministerie van INW. In feite naar de campus. En die gaat het vervolg van deze roadmap uitvoeren. Belangrijk. Is ook een belangrijke link, denk ik wel, ook met BTIC. Hè? Van hoe kun je dit nou op een slimme. Maar je brengt gelijk op het tweede punt. Hè? Ja. Ik ben toch wel heel trots op ons kenniscentrum BTIC. Ja. Het is allemaal natuurlijk in het begin. Dit soort ontwikkelingen gaat niet in 2 dagen. Maar je ziet de volgende stap alweer. Het is een geaccepteerd kennisinstituut. Geaccepteerd door de ministeries, heel belangrijk. Die ook aandeelhouder daarvan zijn. Maar ook door het bedrijfsleven, stap voor stap. Steeds meer zie je die overtuiging groeien. Dat we de enorme opgave die de bouwagenda heeft en die Nederland heeft, het verduurzamen van 8 miljoen huizen en alle andere aspecten van het wonen, dat dat alleen maar kan door grootschaligheid. En grootschaligheid leidt dan weer tot innovatie, daar hebben we het BTIC voor nodig. Ja. En dat moet uiteindelijk leiden tot een betaalbare verduurzaming. Op dit moment, je kunt gewoon eerlijk erover zijn, is het verduurzamen van je woning is niet rendabel. De kostendaling die je hebt uit je energierekening is onvoldoende om de investering terug te betalen. Ja. Dus alleen door grootschaligheid, grote aantallen, denk aan de renovatie versnellen, denk aan alle projecten waarmee we bezig zijn die allemaal nog in de kinderschoenen staan, kunnen we gaan innoveren en dan is het de taak van de sector, de bouwsector, best een moeilijke taak om te zorgen dat die kostprijs omlaag gaat. Ja, want dat is misschien ook nog wel eentje waar veel gebeurd is het afgelopen half jaar, is ontzorgingen. Ja. Dat gaat nog niet meteen over grootschaligheid, maar uiteindelijk moet het daar natuurlijk wel naartoe. Ja, ontzorging is natuurlijk. Kijk, voor de huursector is het natuurlijk heel belangrijk hoe de corporaties onder leiding van EDES dat gaan organiseren. Daar hebben we de startmotor voor, daar hebben we de renovatieversnellen. Dat is niets. Dat is ook lastig, maar dan heb je in ieder geval een beperkt aantal eigenaren.
Met een particuliere woning heb je meer dan 4 miljoen eigenaren die allemaal eigenwijs zijn en terecht eigenwijs zijn. Mensen houden er niet van dat buitenstaanders zich gaan bemoeien met jouw woning. Nee. En toch moeten ze verduurzamen. Dat kan, naar onze diepste overtuiging, alleen maar via een ontzorgingsmodel. Je moet de mensen niet dwingen. Nederlanders laten zich niet zo gauw dwingen, zeker niet in hun huis. Nee. Maar je moet ze verleiden. En de allerbeste verleiding is dat je ze totaal ontzorgt. Zowel in de uitvoering, in de financiering van het geheel. Nou, daar hebben we in samenwerking met BZK hebben we nu een project gestart. Of dat gaat nu starten. Ja. We zijn heel blij dat we daar ook een behoorlijk bedrag voor gekregen hebben. Een paar miljoen voor gekregen hebben. Om echt te gaan kijken, testen. Hoe kun je mensen, burgers verleiden? Ja. En dit project gaat nu beginnen. En dat zal natuurlijk een paar jaar duren. Want het zijn een aantal wijken, een aantal zeg maar, straten in 4 verschillende gemeentes. En dat moet de doorbraak worden naar een nationaal ontzorgingsmodel. Ja. We zitten alweer bijna door de tijd. Dus ik wil eigenlijk met jou, ja, het gaat supersnel. Eventjes nog de borging. Kun je daar nog iets over zeggen? Is daar nog nieuws over? Van hoe we, wie de taak van de bouwagenda gaat overnemen? Naast op de verschillende roadmaps... Nou ja, kijk, we staan natuurlijk vlak voor de verkiezingen, 3 maanden. En we staan dus voor, straks voor een nieuw kabinet. Ja. De bouwagenda bemoeit zich niet met de politiek, dat is niet onze taak. Maar 1 ding hebben we wel gezegd. Omdat dit project zo enorm belangrijk is, hebben we eigenlijk een dedicated minister nodig voor bouw en ruimtelijke ordening. Ja. En in dat nieuwe ministerie, of nou, het is voor, het wordt geen nieuw ministerie. Het ministerie wordt een deel van het bestaande BZK-ministerie. Daar moet... ons werk geborgd worden. We zijn bezig een overleg met het ministerie om te kijken wat is de beste vorm daarvoor, de beste governance daarvoor. Want het zou doodzonde zijn dat het vele wat gebeurd is de afgelopen jaar niet in de toekomst doorgezet wordt. Een deel gaat dus naar de campus, hè, de infrastructuur. En zo zijn er aan de andere modellen, die zijn nog niet helemaal klaar, die zorgen dat wij ons werk goed kunnen borgen. Daar kunnen we 18 maart moeten duidelijk zijn. En dan iedereen kunnen we mensen daar... Ik heb het nu al 2 keer gezegd, dus we zitten aan het einde. En ik hoop dat we daar een borrel kunnen drinken. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja. Ik zie jou zo meteen ook nog weer terug in een gesprek over regie en wat er dan richting dat nieuwe kabinet moet doen. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het tweede onderdeel. En dat is een gesprek met Martin van Rijn, de nieuwe voorzitter van EDES. Welkom, Martin. Goedemorgen. We kennen jou natuurlijk allemaal, de meeste mensen, uit allerlei verschillende functies in de zorg. En als laatste natuurlijk minister voor corona, om het maar even simpel te zeggen. Maar je kwam oorspronkelijk ook uit de volkshuisvesting, toch? Vertelde je ons in ons kennismakingsgesprek. Dus je bent eigenlijk niet echt... Ik wou niet zeggen, nee, want dat is... Ja. Ja. En wat viel je ook op toen je weer terugkwam? Dat je dacht van, dat is eigenlijk gewoon nog hetzelfde als toen ik er... Nou, wat... Ja. Oh. Ja. Ja, ben ik zo te verstaan? Ja. Het zakje. Gaat zo goed? Beter? Helemaal goed? Knopje ingedrukt. Moet ik weer helemaal opnieuw beginnen? Oké. Ik begreep dat we misschien niet helemaal goed te horen waren. Dus ik ben hier in gesprek met Martin van Rijn, de nieuwe voorzitter van EDES. En we hadden het net even over dat je niet dat de volkshuisvesting niet nieuw voor je was, maar dat je juist daar in het begin van je loopbaan begonnen bent. Ja, wat ik wel merkte is, als we een beetje terugkijken, is dat als je praat over de corporatiesector, dat de overheid en corporatiesector een beetje met de rug naar elkaar stonden. Hè? De overheid een beetje, moet de sector niet kleiner en wat is de rol van corporaties nou eigenlijk? Terwijl je nu merkt van dat de opgaven die voor ons ligt rondom nieuwbouwen en verbetering en verduurzaming en sociale cohesie in wijken, dat die zo groot is dat overheid en corporatiesector elkaar heel hard nodig hebben. Dus dat is een van de punten die ik echt wel hoog op mijn lijst heb staan, is dat we niet zozeer met de ruggen naar elkaar staan, maar zij en zij staan om een grote opgave voor elkaar te krijgen. Ja,
En wat is een van de eerste dingen die je daarvoor aan het doen bent? Om te zorgen dat dat ook dat het niet meer met de ruggen maar naar elkaar toe... We hebben kort geleden een belangrijk rapport uitgebracht waarin we gezegd hebben van wat is nou de grote opgave die voor ons ligt. Hè? Dat weet eigenlijk iedereen. Hè? Er is eigenlijk weer sprake van nieuwe woningnood. Er ligt een gigantische opdracht voor ons rondom de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Ja. Als je kijkt naar leefbare wijken en buurten, hebben we echt heel veel werk te verrichten. Dus die opgave voor de komende jaren, die hebben we vrij helder gemaakt. Maar daar hoort ook bij van welke middelen hebben we nou met elkaar om die opgave te verwezenlijken. En natuurlijk gaat het dan om geld. Ja, wij worden geteisterd door die verhuurdersheffing die ons natuurlijk gewoon veel geld kost. Ja. Die we gewoon niet voor volkshuisvesting kunnen aanwenden. Dus daar moet echt iets aan gebeuren. Maar dat geldt ook voor wat Bernard Wientjes net zei. Weer meer ruimtelijke ordening, weer meer planning en programmering door de overheid, meer wat regie op waar wat gebouwd kan worden. Dat gaat allemaal helpen om die nieuwe woningnood en die verduurzamingsopgave goed beter te pakken. Ja, je zei het inderdaad geteisterd door de verhuurderheffing. Wat, dat is wel ook een oproep richting een nieuw kabinet. Om daar, ja, maar ik geloof doen. Dat iedereen wel zo langzamerhand beseft van daar moet echt iets aan gebeuren. Hè. Als je zeg maar elk jaar 2 maanden huur niet meer kan gebruiken, ja, dat gaat je investeringsruimte natuurlijk heel erg beïnvloeden. In een tijd waarin we juist veel moeten gaan investeren. Dus ik denk dat als je die twee dingen nu even samenbrengt, dan elk verstandig mens zal beseffen van dat daar iets aan moet veranderen. Klinkt het eigenlijk heel logisch? Ja. Het is ook heel logisch. Ja. Ja. Wij hebben het hier natuurlijk vooral als bouwagenda ook over verduurzaming. Ik las toevallig in NRC een artikel waarin een architect zei... het is toch te gek dat ik hier om me heen kijk en dat particulieren hebben allemaal zonnepanelen... maar die corporaties zijn nog niet zo ver, of dat zie ik nog niet. Wat is je indruk over dat verduurzamen in de corporatieland? Hoe ver zijn jullie? Nou, wat mij opviel is dat als je praat over de klassieke taken van corporaties, hè, nieuwbouw, goed beheer, dat zeg maar de verduurzamingsopgave van de voorraad als vanzelfsprekend tot die klassieke taken gaan behoren. En dat er binnen de corporatiesector wordt nagedacht van oké, hoe kunnen we dat op grotere schaal gaan doen? Hoe kunnen we een bouwstroom of een renovatiestroom op gang brengen, zodat we tempo erin brengen en ook de kosten kunnen beheersen? Dus ik ben daar eigenlijk heel positief over. Ik heb eigenlijk geen enkele corporatie meegemaakt die zei van... Nou, moet dat eigenlijk ook wel. Iedereen snapt van, ja, dit moet gebeuren. En iedereen is aan het nadenken wat de beste methode daarvoor is. En ja, er is natuurlijk een groot verschil tussen de corporatiesector en de particulieren. Ja, sommige particulieren nemen zonnepanelen, maar andere ook weer helemaal niet. En corporaties kunnen natuurlijk een belangrijke motor zijn van de vereniging, ja, door op grote schaal dat voor elkaar te brengen. En daar zijn we zeer toe bereid. Dat is mooi. Het is natuurlijk ook dan wel zoeken, hoe krijg je nou dan ook de bewoners van of de huurders, ja, mee in zo in die beweging? Ja, wat je nu de facto eigenlijk ziet, dat corporaties vrij veel geld uit eigen middelen besteden om het voor de huurder betaalbaar te houden. En ik denk wat Bernard Wientjes net zei, we zitten net in een periode waarin de techniek nog niet zo ver geworden is dat je huren en lagere energielasten met elkaar in evenwicht kan brengen. Dus er zullen ook gewoon overheidsinvesteringen nodig zijn om dat voor de huurders in balans te brengen. En tegelijkertijd moeten we zo snel mogelijk werken aan bouwstroom. Dat er grote aantallen zijn, dat er opschaling is, dat er modulair wordt gebouwd. Zodat we die prijzen wat kunnen beheersen en naar beneden kunnen drukken. Maar in de aanvang, in die energietransitie die voor ons ligt, ja, daar is ook kostendragers door de overheid is echt wel nodig. Ja. Ja, en daar zou natuurlijk die verhuurderheffing ook een mooie rol in kunnen spelen. Over. Ja, kijk, het is zo zonde dat als er zo'n grote opgave ligt voor nieuwbouw en verbetering en verduurzaming, dat dan de investeringsruimte wordt afgesnoept. En dat is eigenlijk zonde, want die kun je gebruiken om juist in een economische opperper die de economie wel zou kunnen gebruiken na corona, ja, dan snijdt het mes aan twee kanten. Ja, voor die grootschaligheid, hè, is ook samenwerking tussen corporaties van belang. Daar heeft het de afgelopen jaren ook nog wel eens aan ontbroken. Of dat hoor je wel, dat mensen zeggen, ja, dat corporaties zijn niet gewend om met elkaar te kijken over hoe kunnen we nou zo'n bouwstroom of een standaardisatieslag ook op gang brengen. Dat ook gezien? Ja, we komen natuurlijk uit een tijd waarin ook we hebben geleerd van dat zeg maar inbedding in de lokale en regionale context voor corporaties heel erg belangrijk is. Hè? Dan ontwikkel je ook de relaties met bouwers, met lokale overheden, om te zorgen dat je daar goed in je regio bezig bent. Zoiets als renovatie en verduurzaming vereist ook weer een andere schaal.
Dus dat betekent ook een andere manier van samenwerken. En dat betekent dat met de renovatieversneller en met de startmotor en met de bouwstroom natuurlijk allemaal projecten zijn die erop gericht zijn om op grotere schaal die samenwerking tot stand te brengen. Zodat alle partijen daar een beetje van kunnen profiteren. Dus dat is ook een beetje een cultuuromslag, dat klopt. Ja. Van hoe, sommige dingen moet je heel lokaal doen en sommige dingen moet je bovenlokaal en regionaal doen en misschien zelfs wel landelijk doen. Om te zorgen dat die bouwstroom, die productie op gang komt. En je zeg maar een soort van industrialisatie van de, bouwopgave krijgt. Ja. Nou ja, het gaat natuurlijk lang, dit soort dingen gaan langzaam, maar je ziet dat het wel projecten zijn waarin steeds meer mensen zeggen, ja, daar moet ik aan meedoen. En heb je ook een beeld een beetje bij hoe die, want dat is ook een deel van de mensen die nu meekijken, zijn ook die bouwbedrijven. Wat je van hen verwacht of hoe zij ervoor staan, zijn zij een partner in dit? Ja, dat denk ik wel. Ik zou heel erg willen aandringen op de wederkerigheid. Ik denk dat je van coöperatie. Ik snap de wens van bouwers dat ze zeggen van ja, als je wil dat ik een bijdrage lever aan standaardisatie en kostenreductie, dan moet er ook een bouwstroom zijn. Dus dan moet de samenwerking met coöperatie zijn. Aan de andere kant verwachten dan van de bouwsector dat ze zeggen van nou, dan kunnen we ook leveren en dan kunnen we ook de prijs wat reduceren. Kijk, dan creëer je een win-win situatie. Ja. Zit nu een beetje op elkaar te wachten. Ja. Maar als je dat tegelijkertijd zou kunnen afspreken, nou, dan zijn die projecten natuurlijk ook op gericht. Ja, dan snijdt het mes ook van twee kanten. Dan is de samenwerking van corporaties die bouwstroom opleveren, waardoor de bouwsector kan zeggen, oké, dan kan ik produceren en met lagere prijzen. En daar zijn we natuurlijk allemaal op uit. Ja. En dat is inderdaad het idee van we gaan op elkaar wachten. Dat horen we veel, ook bij, wat Bernard net zei, bij bruggen en sluizen. Dat dan ook iemand van een bouwbedrijf dat zegt van ja, we wachten nu veel op elkaar. Maar iemand moet dat initiatief ook doorbreken. Moet dat iemand zijn die jullie daar ook in helpt? Of moeten jullie dat gewoon eigenlijk samen? Nou, het is een beetje en. Ik denk dat dit soort projecten, zeker in de beginfase, staat te valt met een aantal mensen die zeggen van weet je wat, we gaan dit regelen. Dus dat gaat helpen. Tegelijkertijd is het ook heel terecht dat er een pleidooi is om te zeggen van hoe kunnen we de regierol van de overheid kunnen we die hoe versterken. Op het gebied van de ruimtelijke ordening om wat lange termijn investeringszekerheid te geven. Dat alle partijen weten waar ze zich aan moeten houden, waar wat moet gebeuren. Dus ja, zo'n minister van volkshuisvesting. Niet de persoon zelf, maar meer de gedachte van Rijksoverheid, lokale overheden, provincies werken samen om dat lange termijn perspectief te maken. Dat zou ongelooflijk helpen. En waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Waarom is die ooit ook opgeheven eigenlijk? Weet jij wat er in Den Haag speelt? Waarom die regierol zo is losgelaten eigenlijk? Nou, ik denk dat er paar dingen speelden. Ik denk dat één is, er is een beetje de gedachte geweest een tijd, zeker na de realisatie van de grote Phoenix-locatie, is dat de kwantitatieve woningnood wel eens een beetje voorbij was. Ik overdrijf een beetje, maar dat was een beetje het gevoel. Ja, het gevoel. En tegelijkertijd was ook het gevoel, wat ook zo is, dat heel veel van dit soort vraagstukken, woon- en bouwvraagstukken, op lokaal en regionaal niveau opgelost moeten worden. Het punt is, dat gaat niet vanzelf. En als je nu ziet van dat er nu echt weer een grote bouwopgave ligt, dat er pak een beet 100.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd. Ja, dan moet je wel een beetje plannen en programmeren. Dan moet je wel en ook even monitoren van, komt er nog wat van? Of als een gemeente achterloopt, dat er iemand kan zeggen van, joh, weet je, je had er 5.000 beloofd, je zit nu op 50, dat gaat niet goed. Dat die ook aangesproken kunnen worden. Ja. Dus het gaat niet om van wie is de baas, maar meer van, jongens, als we wat afspreken, moet iedere partij ook aangesproken kunnen worden op zijn of haar aandeel daarin. Ja, en dat moeten we weer gaan creëren eigenlijk. We kunnen dat ook, hè? We hebben het altijd gedaan. En het is misschien ook meer een soort de moderne invulling die zegt, het Rijk is er niet alleen maar om te zeggen, je doet het niet goed. Maar ook, waarom lukt het niet en kan ik je daarbij helpen? En kunnen wij daar ook nog iets in doen om het dus beter op gang te brengen? Ja, kijk, je ziet, we wonen natuurlijk in een klein landje. En dat betekent dat zeg maar de keuzes die we moeten maken rondom landbouw, toerisme, recreatie, woningbouw. Een tal van andere factoren die vereisen voortdurend afwegingen. En ik denk dat we de tijd gaan meemaken dat het niet zozeer het afwegen tussen die belangen, maar het integreren van die belangen. Hoe kun je de hervorming van de landbouw gelijke tred laten maken met van wat er in de bouwopgave nodig is? Hoe kun je natuurelementen en bouwen in de stad ook met elkaar verbinden? Dus die integratiefunctie, om daar lange termijn perspectief voor te maken, ja, daar zou de overheid een grote rol in kunnen spelen. Dan moeten ze misschien zelf ook nog wel zich even iets anders organiseren om dat op die manier te doen, toch? Ja, kijk, de ervaring is natuurlijk altijd van niemand is tegen samenwerking, maar de facto blijkt die gewoon hartstikke moeilijk. Omdat je ook een beetje moet besturen, ondanks je eigen organisatie. Dat je over de schuttingen heen moet kijken. Dat je wat vrijheden moet geven die je normaal gesproken zelf had.
Dus dat is ook gewoon, dat is gewoon lastig. En dat moet je niet onderschatten. En tegelijkertijd denk ik dat we de projecten die er nu gaande zijn, rondom de bouwstroom, de renovatie versnellen, de startmotor in de sector sociale huurwoningen. Ja, dat stemt toch ook wel positief. Ja. Zijn er vragen? Is even, kijk ik. Even kijken, Jacqueline Meerkerk van het BIM-loket. Zij komt graag in contact over het maken van afspraken over standaardisatie om het op elkaar wachten te doorbreken. Nou, dat is niet misschien een vraag, maar inderdaad een opmerking. Ja, het lijkt me een mooie uitnodiging. Het is denk ik heel belangrijk, hè? Twee kanten. Hè? Want er is aan de ene kant gewoon ruimte voor partijen nodig om elkaar op te zoeken en te vinden en lokale en regionale oplossingen te zoeken die bij die situatie passen. Ja. En aan de andere kant is er standaardisatie nodig om te zeggen, ja, maar hoe doe je het dan precies? Ja. Wat ik wel zie is dat we in de discussie over standaardisatie moeten oppassen dat we heel veel standaarden krijgen die weer stapelen. Dus het is en ruimte en op de goede plekken standaardisatie dat je ook meters kan maken. Dus ik zie de uitnodiging, laten we dat doen, laten we die afspraak maken. Nou, Jacqueline weet vast de mensen van Edes te vinden en anders kan ze dat via ons doen. Dan een volgende vraag, staat niet bij van wie die is, maar wat merkt de bewoner van wat jullie nu aan het doen zijn? En dan weet ik niet of jullie alleen Edes is of ook de bouwagenda, maar dat we werken samen ook op de start. Nou ja, in twee opzichten denk ik. In de eerste plaats de bewoner van straks. Want die woningnood, ik gebruik expres de term, omdat jonge mensen die nu echt 8, 9, 10, soms 10 jaar op een woning wachten, dat is natuurlijk echt gewoon verschrikkelijk. Ja. En dat neemt niet af, dat neemt toe, omdat we de woningbehoefte eigenlijk, we lopen achter de woningbehoefte aan. Dus dat is echt dus de bewoner van straks gaat er veel van merken, hoop ik, als we weer die bouwstroom op gang brengen. Maar en de bewoner van nu, die in een huis woont, die is natuurlijk gebaat bij goed verhuurderschap. Dat er gewoon verhuurders zijn die hun woning goed onderhouden. Die nadenken van, kan ik op tijd tot onderhoudsingrepen komen die weer de woning langer laat meegaan, die het comfort vergroten. Ja, en die verduurzaming. Ik denk dat er echt een enorme opdracht voor ons ligt om de verduurzaming niet te laten zijn voor mensen die een beetje geld hebben, dat die dat wel kunnen doen. Nee. Maar juist de mensen die in corporatiewoning wonen, dat die ook kunnen profiteren van een comfortabel huis waarin het te duurzaam is en waarin je niet al te veel kosten maakt om die verduurzaming tot stand te brengen. Ja. Dus het betaalbaar verduurzamen is voor corporaties eigenlijk agenda punt 1. Nou, dat is een heel mooi, denk ik, laatste statement. Dankjewel. We gaan nog meer horen over hoe ook corporaties daarmee bezig zijn. Van het boegbeeld van de renovatieversneller Margriet Drijver. Margriet, je bent ook... ik zie nog even dat wat ik net al vergeten was. Als je wil deelnemen aan de chat, dan kun je inloggen met je naam en dan gewoon op enter drukken. En dan kan je vragen stellen aan Margriet. Margriet, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel, Etty. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Jammer dat we jullie niet kunnen zien, maar jullie ons wel. Dus dat motiveert mij. Ik wil jullie graag meenemen in waar we bij de renovatieversneller mee bezig zijn. Daarom laat ik jullie deze praatplaats zien en daar ga ik straks een aantal dingen over vertellen. Maar ik wil graag beginnen met een filmpje waar we iets van de praktijk laten zien. Veel kijkplezier. Honderden wijken in Nederland worden de komende jaren en decennia opgeknapt en gerenoveerd. Onder meer de woningcorporaties zijn hier hard mee bezig, maar dit kan sneller en slimmer. Je ontdekt eigenlijk dat de corporatie naast je of een paar steden verderop eigenlijk met exact dezelfde dingen bezig is. En dat je van elkaar kan leren en daardoor ook kan zien dat je dingen kan herhalen wat een ander al een keer gedaan heeft. En dat gebeurt nog heel weinig, er wordt heel weinig herhaald. En daar zit wel een grote kans. Adviseurs van de renovatieversneller pakken de handschoen nu op om die kans te benutten. De grote uitdaging is natuurlijk, hoe doen we dat nou op zo'n manier dat we die kosten naar beneden kunnen krijgen en dat we opschaling kunnen krijgen. De truc is natuurlijk om bouwstromen te creëren. Dus we moeten weg van het project denken, we moeten naar bouwstromen. Er is subsidie voor partijen die een start willen maken met innovatieve renovatieprojecten. Gezamenlijk, oftewel in collectieven. Wat kun je bundelen en wat kun je niet bundelen? Dus je ziet op het gebied van woningtypen zijn er al initiatieven. Je zou het op het gebied van componenten, elementen, dus daken, gevels. En dat moet je natuurlijk gewoon zo slim mogelijk met elkaar doen. Een voorbeeld vinden we in de regio Utrecht.
waar woningcorporaties, bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven en installateurs elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke aanpak. Ja, we zijn hier bij woningen van GroenWest en wat wij doen is wij verzamelen op basis van verschillende beeldbronnen, dus satellieten, vliegtuigen, drones, inspecteurs en auto's, fotomateriaal en daarmee zien we hoeveel kozijnen dat er zitten, of er metselwerk zit, of er houtwerk zit en dat soort zaken rondom een gebouw. Hier wordt, als het aan de initiatiefnemers ligt, met respect voor de privacy van de bewoners, met beeldherkenning de gebouwde omgeving in kaart gebracht. Dus we weten het bouwjaar, maar ook precies de hoogte. Dit is het kozijn, hij behoort tot deze kozijnfamilie eigenlijk. Die heeft dus zoveel strekkende meter schilderwerk. Traditioneel gezien keken we naar projecten. Dus we werden vooruitvragen gedaan door een woningcorporatie, bijvoorbeeld deze straat. En er werd gekeken van oké, wat hebben we hier? Eerst ging de woningcorporatie langs om dit überhaupt inzichtelijk te maken. Deed de uitvraag. Toen kwam de vastgoedonderhoud aannemen. Deed exact hetzelfde. Het leuke van beeldherkenning is dat als je die data beschikbaar stelt voor alle partijen en daar ook informatie in kan brengen, dat je die stappen overslaat. Dus je hebt gewoon al een procesversnelling in de voorstadia van je project. En dat kan tussen de 3 en 9 maanden dat project in 1 dag gewoon teruggebracht worden, doordat je data beschikbaar stelt van iedereen. Kortom, schaalvergroting, ketensamenwerking en kostenreductie. De renovatieversneller is ermee bezig in alle regio's van Nederland. Waarom is dit alleen maar 1 project? Waarom wordt dit niet uitgevent als concept? Werk het door, maak er een standaard concept van en ga met dat concept de boer op. Zodat de echte klus zich uiteindelijk helemaal op de bewoners kan richten. Ja, top. Hoofdprijs. Nou, wat het was en nu is, is dit gewoon pure luxe. Ik denk, dan hadden we dat maar veel eerder gedaan. Was het maar eerder gebeurd. Dat denk ik. Nou, sterkte in de toekomst allemaal. Ja, ik word daar heel trots van als ik naar die mensen kijk die voor ons in de uitvoering bezig zijn. Zij werken met partijen in de regio aan het succesvol maken van ons programma. Ik wil even inzoomen op ons programma. Daar gebruiken we deze praatplaats voor. En wat u hier kunt zien is dat we nogal wat op ons bordje hebben genomen. We hebben natuurlijk een aantal hoofddoelen die, dat zei Martin van Rijn net ook al, samenhangen met het klimaatakkoord en alles wat er in de gebouwde omgeving gebeurt. Maar die bewoner is er ook heel belangrijk in. Dus naast dat we iets doen voor de planeet, willen we ook iets doen aan het wooncomfort van bewoners, maar ook aan het beperken van hun woonlasten. Heel veel mensen hebben hoge woonlasten en die kun je door de woning te verbeteren naar beneden brengen. Zo zie je ook dat huurders daarover om vragen. Zo kijk ik ook naar die laatste mevrouw in het filmpje die zei, goh, dat hadden we veel eerder moeten doen. De renovatieversnelling is een programma wat een aantal founding fathers heeft. Dat zijn vooral de brancheorganisaties. Die hebben samen afspraken gemaakt met BZK, het ministerie van Binnenlandse Zaken. En in dat programma zitten een paar eilanden. Die ziet u aan de rechterkant op de plaat. En die eilanden die laten zien op welke 3 domeinen wij actief zijn. We hebben een subsidieprogramma, daar zal ik zo iets meer over vertellen, want we hebben de eerste subsidieaanvragen gehad. We hebben een begeleidingsprogramma waar partijen zich kunnen melden die op zoek zijn naar manieren om samen te werken. En we hebben een belangrijk doel om kennis te delen. En op dat kennisdeeleiland werken we samen met allerlei andere partijen die al veel langer dan wij bezig zijn met die opgave die te maken heeft met het renoveren en energetisch verbeteren van woningen. Denk aan partijen als de stroomversnelling of TKI Urban Energy. Te veel om op te noemen. En wat ik mooi vind is dat al die partijen bereid zijn om de informatie die ze hebben, de kennis die ze hebben opgebouwd met partners in de praktijk, bij ons binnen te brengen zodat ze open source beschikbaar zijn voor iedereen die mee wil werken aan de doelen van de renovatieversneller. En die doelen zijn dat het sneller gaat, dat het beter gaat, dat het goedkoper wordt, maar vooral ook dat het leuker wordt. Leuker voor de huurders en voor de mensen die in die woningen wonen of gaan wonen. In het begeleidingsprogramma, daar komen we vooral de eagerness tegen van partijen uit de praktijk die aan de slag willen. Aan de slag willen met thema's die Bernard net ook noemde. Industrialisatie, standaardisatie, samenwerken, versnellen, goedkoper maken. Daar hebben we eigenlijk een veel grotere toeloop dan we hadden verwacht. Dus die mensen die u in dat filmpje zag en die daaraan werken, die hebben echt wel veel te doen
om met partijen samen te gaan werken aan hoe gaan we nou op een andere manier ons werk oppakken. En dat is niet alleen de corporatie die daarmee te maken heeft, maar ook marktpartijen. Dus we zien consortia uit de regio van partijen waar iedereen in vertegenwoordigd is. Van de corporatie als opdrachtgever tot en met de toeleverancier. Maar we zien ook partijen waar de corporatie nog helemaal niet in beeld is. Dus de opdrachtgever nog helemaal niet te zien is. En die zeggen, ja, maar wij kunnen op eigen kracht ook best een paar flinke stappen zetten om aan die doelen te voldoen. En wij denken dat als we dat goed doen, dat we ook aantrekkelijke partners worden voor die corporatie en voor die particuliere wooneigenaar. Want in de renovatieversneller werken we in eerste instantie wel vooral met de corporatie als opdrachtgever. Maar bij ons zijn ook verenigingen van eigenaren of partijen die aan collectief opdrachtgeverschap werken heel erg welkom. Dat vinden we zelfs interessant om te kijken hoe je daarmee kunt samenwerken. En die activiteit kun je ook verbinden met de wijkaanpak. Want als we naar de volgende stap kijken, dan zul je zien dat we niet meer vanuit het programma van de corporatie werken aan die energetische verbetering van woningen. Maar dat het gaat om het tempo waarmee wijken van het gas afgaan. En dan kom je alle soorten woningeigenaren tegen. En in dat stadium zou het heel mooi zijn als we meer vanuit product denken en meer vanuit standaardisatie de markt zijn werk kunnen laten doen en dat aanbod op die manier creëren. Nou zie ik dat heel veel mensen heel kriebelig worden van standaardisatie, omdat ze daarbij het beeld hebben dat we dan dezelfde straten krijgen als we met de revolutiebouw uit de jaren 50 en 60 hebben gekregen. Nou, ik kan jullie verklappen dat dat absoluut niet aan de orde is. Dus als je meer wilt zien over hoe juist die standaardisatie ook differentiatie van het straatbeeld en het woningbeeld kan opleveren, dan nemen we je graag mee naar mooie voorbeelden daarvan. Want heel veel van de woning is dan misschien wel in de basis gelijk, maar juist als je dat proces goed doet en daar niet op de bouwplaats alle stukjes in elkaar, uit elkaar gaat zitten fruttelen, maar dat vanuit de fabriek meer gestandardiseerd doet, dan kun je de gevel, de voordeur en een deel van de woningindeling ook meer differentiëren afhankelijk van waar de bewoner behoefte aan heeft. Als je linksonder in de praatplaat kijkt, dan zie je dat we met heel veel partijen aan de slag zijn. Installateurs, bouwers, corporaties, leveranciers, onderhoudsbedrijven. Maar we hebben ook partijen aan boord die voor de bewoner staan. De Woonbond kijkt met ons mee. Maar we hebben ook een club die veel voor corporaties werkt, KWH, die ook veel aan klanttevredenheidsonderzoek doet aan boord. En die hebben onlangs voor ons een onderzoek gedaan bij corporaties naar hoe je met bewoners die energetische stap kunt zetten. En daar zit een hele grote behoefte in de uitkomst om daar kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en ook bewoners in een eerder stadium te betrekken bij de planvorming die te maken heeft met dat energetisch verbeteren van woningen. Dus ons programma is heel breed en je ziet dat er steeds meer interesse komt. En dan bent u nu natuurlijk nieuwsgierig naar hoeveel subsidieaanvragen zijn er dan gedaan. Nou, dat is in de eerste fase nog niet heel groots en meeslepend als het om aantallen gaat. Maar wel heel mooi als het gaat om de inhoud van de aanvragen. De partij die u net in het filmpje zag met die beeldherkenning en zo, heeft een forse aanvraag gedaan voor honderden woningen. En we moeten nog door de hele procedure heen van de subsidietoekenning. Maar als boegbeeld zit ik echt te duimen dat zij veel van dat geld wat beschikbaar komt te krijgen om een flinke slag te maken in die aanpak, zodat die ook weer uitgerold kan worden naar anderen. Maar we zien ook, en ik noemde die net al, dat marktpartijen op zoek zijn naar hoe kunnen wij los van die opdrachtgever een aanbod doen in industrialiseren, in standaardiseren en in het ontwikkelen van een offer you can't refuse. En ik heb veel hoge verwachtingen van hoe daar de beweging gaat ontstaan, omdat ik zie dat op andere domeinen binnen de corporatie die beweging al fors in gang is gezet en tot de eerste resultaten leidt. Ik noem bijvoorbeeld het conceptueel bouwen in de nieuwbouw, waarmee de stichtingskosten en de doorlooptijd fors naar beneden zijn gegaan, maar waarmee de kwaliteit van de woning en het voldoen aan wensen van bewoners ook veel is uitgebreid. Een soort stille revolutie uit de tijd dat we het economisch slecht hadden en de nieuwbouw stopte, die je nu in de praktijk tot succes ziet komen. Dat is een voorbeeld, maar ook in hoe corporaties met onderhoudsbedrijven samenwerken bij planmatig onderhoud. Resultaatgericht samenwerken noemt men dat vaak.
zie je dat men weggaat van wat Mariette Rutte in het filmpje al noemde, weg van het project, weg van dat ene complex, langduriger samenwerken, daar een verbetering met elkaar in aanbrengen, die dat sneller, beter, goedkoper en leuker faciliteert. Daarmee wordt heel veel verspilling voorkomen. En die verspilling wil ik nog wel even kwantificeren, zo tegen het einde van wat ik jullie allemaal te vertellen heb. Want Martin van Rijn heeft het over corporaties hebben meer geld nodig. Die verhuurdersheffing zou daar goed voor kunnen worden ingezet. Helemaal waar. Maar deskundigen zeggen dat er in de bouwketen ook nog 15% faalkosten zitten. Wat zou het toch mooi zijn als we die er met elkaar door het hard werken aan deze doelen uit elkaar uit kunnen halen. En als we dat geld in kunnen zetten om meer te doen. Want de vraag is veel groter dan op dit moment het aanbod. En dan is het niet meer van hetzelfde, maar meer op een andere manier, met het oog op de gezamenlijke doelen die we hebben. Die taart wordt alleen maar groter. En dat is ook, vind ik, een uitdaging naar marktpartijen. Probeer over je eigen schaduw heen te stappen. Zie de kansen om je verder te ontwikkelen. Vraag aan ons om met je mee te denken en te ondersteunen. Zorg dat je in de volgende jaren die subsidieaanvraag doet. Maak gebruik van alle andere mogelijkheden die er zijn. En we gaan veel, heel veel woningen renoveren. Dat is waar wij voor staan. Dat is waar ik jullie voor uitdaag. En ik denk dat het nu tijd wordt om eens te kijken of er vragen zijn, Nettie. Margriet, ik kom eraan. Volgens mij zijn die er zeker. Een van de vragen die ik net al zag. Ja, zijn er inspirerende voorbeelden uit de praktijk? Ja, die zijn er zeker. Zowel in de renovatie als in de nieuwbouw. Ik heb het afgelopen jaar in Groningen en Drenthe mogen werken. En daar zijn twee prachtige voorbeelden in de nieuwbouw, waarin 6, 7 corporaties samen een bouwstroom op gang brengen. Of aan circulair bouwen gaan werken. En het inspirerende daarvan is tweeledig, dat ze het met elkaar doen. Maar ook dat ze in een heel vroeg stadium marktpartijen erbij betrekken. En dat vooral beloond wordt in die programmering dat je verbetert. Dat je nieuwe dingen doet die passen bij de invalshoeken die ik net noemde. Maar ook in de renovatiewereld zijn er prachtige voorbeelden. We zijn ze nu vanuit de renovatieversneller samen met de innovatiehubs in beeld aan het brengen. Ik was onlangs in Enschede waar we een mooi project uit het bezit van de woningcorporatie Domein, wat ze samen hadden gedaan met Koopman, een lokaal bouwbedrijf, hebben gebruikt als voorbeeld om te zien hoe dat kan. Dus we zijn al lang uit de oefenfase. En wat zie je daar dan dat er anders gaat dan traditioneel? Ja, het belangrijkste vind ik dat er eerst gedacht wordt en dan gedaan. Dus dat op het moment dat je aan het werk gaat, dat er een veel beter product komt. En in dat Enschedese voorbeeld, dat waren drive-in woningen, is er ook al veel gebruik gemaakt van wat in de fabriek kan, in de voorbereiding kan. Zodat de bewoner veel minder last heeft van de ingreep die aan de woning wordt gedaan. Nou, dit was een voorbeeld wat al wat ouder was, waar ook met de bewoners gepraat is. En die waren na jaren nog steeds super tevreden. Ja, daar word ik blij van. Ja, dat is mooi. En dat is dus ook niet eigenlijk waar we het net nog even over hadden met Martin, over standaardisatie die dan misschien leidt tot het idee van ik mag geen keuzes meer maken. Maar dit is juist eigenlijk standaardisatie die bewoners ontzorgt. Nou ja, weet je, ik maak altijd maar de vergelijking met hoe ik jurkjes koop. Ik koop geen maatwerkkleding, dat vind ik veel te duur. Ja. Maar ik heb een hele grote keus, omdat in die kledingindustrie alles gestandaardiseerd is. En daardoor de makers van kleding heel veel kunnen differentiëren in van alles en nog wat. Ja, daar kunnen we van leren, van dat soort industrieën. Mannen hebben het dan over auto's, of misschien wel over cruiseschepen. Ik heb het over jurkjes. Ja, daar kunnen we heel veel van leren. Ja, leuk. Nog een vraag is, welke eerste stap kunnen bedrijven zetten, volgens jou? Ja, dat is een mooie vraag. Dank je wel daarvoor. Want dat is een bruggetje voor mij nadat ik zie dat heel veel marktpartijen wachten op het initiatief van de corporatie. Ja. En dat is jammer. Daarmee laten we heel veel kansen liggen. Maar je overvraagt daar ook corporaties mee. Want die hebben ook hele andere dingen te doen. Ik heb een tijdje bij de Koninklijke BAM Groep gewerkt. En daar heb ik van geleerd dat je in je eigen keten ook heel veel kunt doen. Ook vanuit dat conceptueel bouwen. Als je aanbieder bent, kun je in je eigen keten al heel veel van de doelen die wij met elkaar gesteld hebben waarmaken.
En daarmee kun je een vorm van continuïteit creëren die je aan de corporatie aan kunt bieden. En dan krijg je toch een beetje die winkel waarin je kunt kopen. Dus doe de dingen die je zelf kunt doen. Stap daarmee zelfverzekerd naar de opdrachtgever en die kan geen nee meer zeggen. Wacht in ieder geval niet op hem. Nee, want dat is soms het idee dat mensen uit echt innovatieve hoek zeiden... We wisten ook allemaal niet dat we een iPhone wilden, hè, maar ik wist ook niet dat ik hem kon krijgen. Dus dat laat ook als bedrijfsleven zien wat die corporatie aan jou zou kunnen vragen. Jazeker, maar dat kun je dus niet alleen. Dan heb je je keten nodig. Hè? Want als je alleen maar als eerste partij in de keten dat moet doen, dan verdien je bijna niet terug. Maar als je je keten goed op orde hebt, zit daar al heel veel van de verdiencapaciteit van die 15% die ik net noemde. Dus als je daar al beter, goedkoper, sneller en leuker doet... Dan heb je al een mooi aanbod. Ja. Nog een vraag. Eens even kijken. De renovatiesnelheid is nu gericht op woningen. Corporaties zijn ook betrokken bij zorgvastgoed. In hoeverre zou iets soortgelijks toegepast kunnen worden op verpleeg- en verzorgingshuizen? Oh, dat is wel even een hele andere vraag, maar... Eén op één. Want ook daar zie je, net als bij scholen, dat wij heel veel gebouwd hebben in die naoorlogse periode, wat ongelooflijk op elkaar lijkt. En in jullie programma zit natuurlijk al voor een deel dat je daar ook standaardiseert en dat je daar industrialiseert. En voor die bewoners is het volgens mij nog veel belangrijker dat je veel voorbereidt, zodat er weinig overlast is op het moment dat je de woning verbetert. Dus ik vind het een hele interessante vraag. En ik zou zeggen, wat let je om ermee aan de slag te gaan? Ik zie in ieder geval aan de aanbodskant dat daar ook zeker al over nagedacht wordt. Ja. Ah, nog een vraag. Welke rol kunnen gemeenten spelen in de renovatieversneller? Ja, dat vind ik ook een hele mooie. Er zijn een paar dingen die ik daarbij wil noemen. Je hebt natuurlijk het vergunningenvraagstuk. Ja. Waar je ziet dat als daar in de keten wordt samengewerkt en gemeenten eerder betrokken worden, net als nutsbedrijven overigens, dat je dan kunt versnellen en ook eerder weet wat je van elkaar verwacht en waar je aan toe bent. Maar ik merk dat juist ook bij gemeenteambtenaren en bij hun welstandscommissies nog heel veel spookbeelden leven over dat standaardisatie. Het voorbeeld wat ik net noemde, dat schrikbeeld van die revolutiebouw. En ik zie dat corporaties daar ook vaak tegenaan lopen, dat ze dan iets bedacht hebben met de markt en dat er dan beelden over schoonheid zijn. Ja. Waar je dan niet aan kunt voldoen, omdat je het ook hebt te doen met wat je mag. Maar gelukkig heb ik ook gemeentebestuurders gezien, wethouders, die dat hebben overroeld om toch te zorgen dat die woning verbeterd wordt. En achteraf is iedereen dan heel tevreden over het resultaat. Dus stap uit je comfortzone, ook de mensen die bij gemeenten werken. Ja. En ga met ons op zoek naar de nieuwe dingen die de toekomst bieden. Want dat was denk ik ook wel een beetje toen wij aan de startmotortafel zaten, was het idee natuurlijk die corporaties te gaan vooruitlopend op die wijkaanpak aan de slag. Zoals bijvoorbeeld met de renovatieversneller. En dat gemeenten ook wel dachten, ja, maar die wijkaanpak die is wel van ons. Dus die corporatie moet niet te hard gaan daar waar ik eigenlijk ook de regie heb. Ja. Maar dat is dus ook inderdaad comfortzone. Zeker. Ja. Even kijken. Nog een vraag. Hoe faciliteert de renovatieversneller de samenwerking tussen markt en corporaties? Daar heb je denk ik al een paar dingen over gezegd. Ja, maar wat ik belangrijk vind in dit verband is waar we heel erg tegenaan lopen. Dat is dat het goede gesprek vaak moeilijk wordt gemaakt op het moment dat je, ik noem dat, in de transactiemodus zit. Op het moment dat de corporatie in gesprek is met marktpartijen en al werk te vergeven heeft. Dan zie je allerlei mensen in de kramp en in oud gedrag schieten, omdat de een denkt, ja, ik moet dat werk weggeven en wat vind ik nou eigenlijk van die aanbieder? En de ander denkt, ik moet wel met werk thuiskomen. Dus op dat ondersteuningseiland van ons bieden we heel veel ruimte. En ook op het kenniseiland om los van transacties met elkaar te praten. En wat ik zie, en dat doet de bouwcampus ook een beetje, maar dan vooral aan de infrakant, is dat er dan veel meer op tafel komt. Dat mensen elkaar veel beter leren kennen, elkaar veel beter leren begrijpen. Maar dat er dan ook ideeën ontstaan die in praktijk worden toegepast. Die eerst de ruimte krijgen om ontwikkeld te worden. En dan pas echt in die transactiesituatie terechtkomt. En dat Utrechtse voorbeeld, als je daarop doorkijkt, zij zijn heel transparant. Je kunt veel op hun website zien. Daar zie je dat er juist ook los van die transactie heel veel ontwikkeld wordt. En dat iedereen er vertrouwen in heeft dat dat uiteindelijk ook wel leidt tot een contract en tot omzet en tot een terugverdienmogelijkheid en tot een goed product. En zij zijn daar gekomen omdat ze begonnen zijn met elkaar het vertrouwen te geven en een gezamenlijk doel te stellen.
Dat is ook nog een van de thema's die wij hebben, was samenwerken vanuit vertrouwen. En daar zit, dat is ook wel een infra-idee. Maar dat is inderdaad echt wel van, ga nou met elkaar en ga ook als markt, waar we het net over hadden, doe nou eens een aanbod aan, in dat geval de gemeente, over wat je zou, wat wij gezamenlijk ook zouden kunnen doen voor die gemeente. Maar bouw ook inderdaad een vertrouwensrelatie op. Ja, ja. Ja. Nou ja, er zijn een paar van die gevleugelde uitspraken. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik zeg, vertrouwen is een werkwoord. En als mens zijn wij zo gewend om aan vertrouwen te werken in onze privérelaties, in onze werkrelaties. Alleen in die verhouding tussen aanbod en vraag baseren we ons heel erg op dat wantrouwen. En daar bevestigen we elkaar ook steeds in. Ja. Dus vertrouwen is er heel hard aan werken en steeds checken. Hey, wat jij doet, bedoel je daarmee wat ik zie? Is dat anders? En gelukkig zie ik in heel veel situaties dat die aandacht daarvoor ook komt. En dat juist op dat punt, naast de aandacht voor de techniek, hier ook begeleiding op komt. Ja, want het is misschien inderdaad, zat ik net ook wel te denken, ook iets in het type mens wat werkt in deze sector. Ik weet niet of dat in de corporatie ook zo is. Maar in de bedrijvenkant is misschien natuurlijk ook nog wel weer het technische, het onderhandelen wat goed ontwikkeld is. Maar het samen en het hebben over werken aan vertrouwen misschien toch wel andere skills zijn. Ja, nou, ik ben gaan denken over een ander soort ketensamenwerking door een jonge collega van mij toen ik net corporatiebestuurder was. Die zei, ik vind het helemaal niet leuk wat ik doe. Ik heb iets prachtigs geleerd op de TU Delft. Ja. En nu ben ik en altijd was ik aan het samenwerken. En nu ben ik hier en ik moet permanent mijn kaarten voor de borst houden. En het gaat alleen over geld. Hoe kan ik nou zoiets moois maken? En dat was voor mij een belangrijke trigger toen, om te gaan nadenken over hoe kunnen wij onze relatie met de bouwketen veranderen. En het leuke vind ik dat die medewerker nog steeds bij die corporatie werkt en het nog steeds naar zijn zin heeft. Dus we hebben daar echt iets goeds gedaan. Ja, mooi. We naderen ons eindmoment. Is er nog een laatste statement wat jij zou willen maken, Margriet? Ja, vooral dat we door moeten gaan en heb er lol in. Wat mij het meest motiveert en wat ik ook zie dat anderen motiveert, is dat we er plezier aan hebben met elkaar. Dat we er trots op zijn. En ik zie zulke mooie dingen dat ik er optimistisch over ben. Dus kom op, schouders eronder. Ik ben een Rotterdammer. Mouwen opstropen, aan de gang. Ja, helemaal mooi. Dank je wel. Ik denk dat we daar ook gewoon mee moeten eindigen met dat goede statement. Dank. En allerlei informatie over Renovatieversneller op de website en via de bouwagenda. En ga vooral allemaal meedoen. Zeker. Dankjewel, Margriet. Dan gaan wij over naar een onderwerp waarvan de mensen die mij al een tijdje kennen weten dat het mij na aan het hart gaat. Ik kom van het ministerie van Onderwijs en we gaan het hebben over scholen. Wat een beetje een roadmap was die bij ons als een dood paard werd gekwalificeerd. Niet de mooiste introductie, maar die juist nu via de weg van de circulariteit weer op ons pad kwam. En een school in de Haarlemmermeer, een renovatie die energie-neutraal en circulair wordt aangepakt. En de verantwoordelijk programmamanager, Thierry van der Weijden, die gaat ons daar meer over vertellen. Thierry. Dankjewel. Ja, of het een dood paard is, weet ik niet. Ik hoop het niet. Maar wat mij betreft is de chameleon geen dood paard. Want het is ook een chameleon. Maar wat mij betreft is de enige manier om scholen op een goede manier neer te zetten, is op een gezondere manier. En daar ben ik in Haarlemmermeer verantwoordelijk voor. Ik vind het heel fijn dat ik hier mijn verhaal mag doen. Omdat ik de bouwpartijen heel hard nodig heb om voor elkaar te krijgen wat wij in de Haarlemmermeer van plan zijn. Wij gaan in Haarlemmermeer voor gezonde schoolgebouwen. En daarvoor hebben wij partijen nodig die met ons daarin willen samenwerken. Want wij willen een gezondere omgeving voor de kinderen en de docenten die in Haarlemmermeer actief zijn. Ik wil jullie graag kort iets vertellen over hoe het onderwijshuisvestingsstelsel in elkaar zit. Ik wil jullie ook iets vertellen over waarom wij denken dat we het anders zouden moeten aanpakken. Ik ga iets vertellen over het integraal huisvestingsplan. Dat is een beetje jargon, maar dat is een soort kapstok waaraan de onderwijshuisvesting opgehangen is.
En zodra, en wat mij betreft gaan we heel snel over de casus chameleon praten, omdat ik denk dat dat voor veel mensen die ik tegenover mij tref, op een digitale manier, dat dit voor hen interessant is. Misschien even een schets vooraf. Een schoolgebouw, waarom kan je het zeggen dat het een dood paard is? Omdat het 69 jaar duurt voordat een gebouw vervangen wordt, terwijl je die dingen eigenlijk na 40 jaar misschien wel zou moeten vervangen of in ieder geval grondig renoveren. En ik snap dat je dan als je als marktpartij denkt, waar ga ik nou mijn energie in stoppen, dat dan een school niet meteen een kansrijke sector is. Ik ga proberen jullie uit te leggen waarom ik denk dat dat de komende tijd echt anders zou moeten zijn. Om je een idee te geven, ventilatie op school is een hot item. Er zitten kinderen op dit moment met truien aan en de ramen open omdat het binnenklimaat slecht is. Dat is echt ook echt dramatisch. Het is vaak ongezond, slecht geventileerd. Schimmels en dat soort dingen is echt in schoolgebouwen aan de gang. En wij vinden dat eigenlijk een schande, want je zou daar ook gewoon je zou er ook niet eens in willen werken als je zelf daarin moest, als dat zelf moest. Misschien ook goed om nog even te zeggen, als je vragen hebt over mijn verhaal, dan hoop ik dat je die gewoon stelt, want ik weet dat Hilde die voor mij dan in de vragen onderin mijn verhaal laat zien. Ik neem ze namelijk graag mee in het verhaal wat ik ga vertellen en dan kan ik proberen om zo goed mogelijk op alle vragen meteen antwoord te geven. En als ik denk, die vraag kom ik later op terug, dan meld ik dat wel vanzelf. En ik weet dat Olivier mijn steun en toeverlaat, Olivier Lauterslager van Platform 31, die ons begeleidt met aardgasvrije scholen, dat die ook nog beschikbaar is om ons te helpen om vragen te beantwoorden of een toelichting te geven. Haarlemmermeer, wat is nou typisch Haarlemmermeer? Want ik denk dat veel mensen Haarlemmermeer op zich wel kennen, want als je naar Schiphol gaat, dan ben je in Haarlemmermeer, maar het is een stuk groter gebied. Het loopt echt van het Noordzeekanaal tot Buitenkaag. We hebben een heleboel dubbeldorpen die aan de ringvaart langs de Haarlemmermeer liggen. De grootste is Amsterdam, omdat dat aan Batuverdorp grenst. Dat noemen wij de dubbeldorpen. De komende 20, 30 jaar groeit Haarlemmermeer met ongeveer 50 tot 60.000 inwoners. Er worden 20.000 woningen bijgebouwd, ook in de interessante markt. Maar dat betekent ook dat er behoorlijk wat voorzieningen extra bij nodig zijn. Dat zijn dus ook scholen, daar ben ik verantwoordelijk voor. Wij krimpen in oudere delen van de gemeente, dus de oudere wijken van Hoofddorp of Nieuw-Vennep, daar hebben we echt een krimp. Idee van de scholenomvang. Wij hebben scholen die 900 kinderen omvatten en we hebben ook scholen waar nog maar 40 kinderen op zitten. Bijvoorbeeld in Buitenkaag, een klein dorpje helemaal aan de zuidkant van de polder. Dat is dan al bijna Zuid-Holland. Daar zitten 40 kinderen op school. En ook die school houden we overeind, want we vinden het belangrijk dat de voorzieningen ook in een dorp als Buitenkaag blijven bestaan. Verder hebben wij sinds 1 januari 2019 in een fusie met Haarlemmerlieden en Spaarwoude zijn we tot aan het Noordzeekanaal nu grenzen we aan het Noordzeekanaal. Misschien even goed iets over het systeem voor onderwijshuisvesting te vertellen. Het huidige onderwijshuisvestingsstelsel met een wet op het primair onderwijs dateert van 1997. Toen heeft het Rijk alle middelen naar de gemeentes gedecentraliseerd. En dat betekent dat de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de investeringen in onderwijshuisvesting en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de onderwijshuisvesting. En in ons jargon heet dat de gemeente daar de zorgplicht voor heeft. Zij heeft daarmee de verantwoordelijkheid om of geld of gebouwen aan de partijen beschikbaar te stellen. Schoolbesturen krijgen daarvoor de zogenaamde materiële instandhoudingsvergoeding. Die noemen wij wel MI, dat is een stuk makkelijker. Daar moeten zij onderhoud, schoonmaak, tuinonderhoud en al dat soort zaken uit betalen. En dat budget dat is al sinds 1984 ongeveer tekort. Dus er zijn echte, als schoolbesturen zeggen dat het niet uitkomt, dan klopt dat ook echt. Dat budget is niet toereikend om aan alle kosten te voorzien. En dat is denk ik een van de redenen waarom schoolgebouwen er slecht bij staan. Het geld wat het ministerie van Onderwijs beschikbaar stelt aan schoolbesturen om de scholen te exploiteren is echt te gering. Wat ze dus doen is onderhoud uitstellen en dan zie je ook dat de kwaliteit achteruit gaat. En soms proberen ze slimmere oplossingen te bedenken door in hun onderhoudsplannen verbindingen te leggen, door ingrepen te concentreren. En op die manier proberen ze toch uit te komen met de kosten. Eén belangrijke post waar ze altijd op toe zullen blijven leggen,
verwacht ik, is het energieverbruik. Daar zijn de kosten echt vele malen hoger dan de vergoeding die ze daarvoor krijgen. Dus een van de redenen waarom wij het HLMMeer anders doen, maar daar kom ik zo nog wel even op terug. In het vak waarin ik werk heb je de figuur van bouwheer. Dat is een term die in de wet bedacht is. En daarin staat, wie is nou degene die de school moet bouwen? En in het algemeen is dat het schoolbestuur. Maar je kunt met elkaar ook afspreken dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. De gemeente geeft daarmee dus het investeringsbedrag aan het schoolbestuur. En het schoolbestuur gaat de school realiseren. En de gemeente die kijkt daarin mee en die vindt daar heel veel van. Dat is ongeveer de figuur waarmee je in onderwijshuisvestingsland aan het werk bent. Betekent ook dat een gemeente er eigenlijk altijd mee bezig is om die kosten daarvan zo laag mogelijk te maken. Want dan ben je voor zo min mogelijk geld aan een nieuw schoolgebouw toe. Terwijl een schoolbestuur eigenlijk wil dat de investering zo hoog mogelijk wordt, omdat daarmee de exploitatielasten laag worden. En daarmee heb je één factor van belang waarom schoolbestuur en gemeente altijd met elkaar overhoop liggen. Ze hebben gewoon vanuit de wet en de stelsel van nature een soort van ruzie met elkaar. Tenzij ze op een fatsoenlijke manier met elkaar samenwerken. En ik denk dat wij in HLMMeer nu de situatie hebben waarbij we met elkaar samen denken. Hoe kunnen we nou met onze middelen samen tot een goede oplossing komen? Nou, dat is een van de bouwstenen die aan onze IAP ter grondslag ligt. Want in ons IAP, als ik die bouwstenen daarvoor zou moeten schetsen, dan hebben wij met de schoolbesturen een soort afspraak gemaakt. Wij gaan niet meer alleen maar over jou of over mijn geld praten. We gaan over ons geld praten en we gaan kijken hoe we daarin kunnen optimaliseren. We hebben daar een aantal dingen voor gedaan. We hebben met elkaar bepaald wat vinden wij nou een fatsoenlijk en goed kwalitatief mooi schoolgebouw. Daar hebben wij goed gekeken naar wat er voor allemaal voor criteria allemaal voor zijn. Die hebben wij in een soort blender gegooid en daar is ons HLMMeers kwaliteitskader uitgekomen. Daarmee hebben we opgeschreven wat wij een fatsoenlijk en goed nieuw schoolgebouw vinden. We hebben daarna gekeken welke schoolgebouwen staan er nou allemaal goed bij. Welke zijn prima in orde en welke hebben echt een ingreep nodig. En daarmee hebben we ook bedacht welke scholen nou als eerste aan de beurt zouden moeten komen. En we hebben gezegd, in principe gaan we schoolgebouwen renoveren. Tenzij we denken dat het echt niet meer anders kan, dan gaan wij voor sloop en nieuwbouw. En we hebben daarnaast dus de uitbreiding van onderwijshuisvesting in gebieden waarin nieuwe wijken worden gerealiseerd. Onder andere bij Lissebroek, in de westkant van Nieuw-Vennep en aan de westkant van Hoofddorp. Want aan de oostkant ligt Schiphol en daar is de boel echt helemaal op slot qua bouwmogelijkheden. Dat hebben wij, dat HLMMeers kwaliteitskader hebben wij doorgerekend in wat wij denken dat een fatsoenlijke prijs was. Daar hebben wij met elkaar van bedacht wat nou een goed prijsniveau is waarmee je een school zou moeten kunnen bouwen. En we hebben met elkaar afgesproken wanneer een schoolbestuur aan de beurt is voor een bepaalde school. Terwijl je voorheen was dat, binnen zijn aanvraag gingen wij kijken of we hem gingen honoreren. En tegenwoordig zeggen we, oké, dat jaar bouwen we die school en dat jaar bouwen we die school en dat jaar bouwen we die school. Dat tempo proberen we vol te houden. Dat is bijzonder lastig, want het is toch best wel hardnekkig als je probeert met elkaar om het systeem anders aan te pakken. Maar we proberen dat wel allemaal gestand te doen. Iemand vraagt wat de aanleiding was om in HLMMeer aan de slag te gaan. Ik was daar in dienst, dus misschien dat voor mij in ieder geval de reden was. En dat die slechte gebouwen in heel Nederland staan, dat klopt. Een van de redenen dat ik hier ben, is omdat ik ook vind dat we in heel Nederland op een andere manier aan moeten pakken. En gelukkig mag ik meekijken met bijvoorbeeld het ministerie die met nieuwe wetgeving bezig is om ervoor te zorgen dat we proberen overal tot betere gebouwen te komen. Wat we ook gedaan hebben in HLMMeer is total cost of ownership toepassen. Dus we kijken niet meer naar de investering, maar we kijken naar de totale levensduur van een gebouw. En de schoolbesturen betalen bij ons mee, omdat zij uit hun geld, uit hun onderhoudsplannen, vragen wij hen om een bijdrage te doen van de maatregelen die zij kwantitatief kunnen betalen. Ons college heeft bepaald dat dat ook echt een uitgangspunt is. En misschien nog goed om te weten, het investeringsprogramma wat uit deze hele exercitie komt, omvat in een periode van ongeveer 20 jaar zo'n 180 miljoen euro. Dus als we alle voorraden vervangen, renoveren en uitbreiden, dan is dat ongeveer het investeringsvolume waar het in HLMMeer over gaat.
En ja, de periode daarna, dat is nog wel echt een beetje koffiedik kijken. Daarvan weten we nog niet precies wat er moet gebeuren. Maar scholen blijf je altijd bouwen, want ze moeten altijd aangepast en gerenoveerd of vernieuwd worden. Nou, bij de introductie werd al gezegd, bij ons is energie-neutrale gebouwen is een eis. Wij nemen met Bang absoluut geen genoegen, omdat wij ook lezen dat als je Bang doet, dat je zeker weet dat je, als je het klimaatakkoord wil halen, moet je nog een keer investeren. Want een Bang-gebouw voldoet gewoon niet aan de eis uit het klimaatakkoord. Dus bij ons is het energie-neutraal of nul op de meter. Maar we hebben nu in ieder geval als eis energie-neutraal. En ik verwacht dat wij, als we dit doorontwikkelen, ook op nul op de meter of circulair als eis uit gaan komen. Dat doen we her en der nu al wel, zoals bij de Chameleon, omdat we vinden dat we dat moeten proberen. Maar dat is voor ons ook een les. We zijn ook aan het ontdekken hoe dat precies moet. En dat, nou, dat is gewoon een best wel ingewikkelde puzzel. Vandaar dat het soms ook nog wel eens een dood paard lijkt, maar dan kun je altijd weer kijken hoe je het in leven kan krijgen. Ik kijk even een vraag. Wel een zorgplicht, maar geen goede financiële condities. Dat lijkt een slechte aanpassing. Nee, denk ik niet. De zorgplicht betekent dat je als gemeente geld beschikbaar moet stellen. En dat je of een gebouw moet leveren aan een schoolbestuur. Wij hebben denk ik daar wel degelijk de financiële consequenties aan verbonden. Door te kijken, wij vinden dit een goed gebouw en we stellen daar ook het budget op die manier. Misschien even goed nog over total cost of ownership. Jullie zagen net al het 6S-model van Brent op de sheet. Wij hebben dit zo goed mogelijk geprobeerd toe te passen op het Chameleon-gebouw. Dus wat wij gedaan hebben, is kijken als we deze 6S'en toepassen op een school, wat gebeurt er dan precies? En dat betekent dat je een heleboel andere keuzes moet maken als het gaat over wat je toepast in elke deel van die 6S'en. En we hebben gedacht, wat is er dan allemaal anders? En uiteindelijk stellen wij niet meer we vragen eigenlijk meer om een functionele eis. Dus we vragen om een prestatie. En we schrijven niet voor wat er nu precies geleverd moet gaan worden. Het kan best zijn dat we bij een volgend project wel preciezer gaan bepalen wat we van een marktpartij vragen. Dus dat we wel aangeven welke materialen moeten worden toegepast. Maar bij de Chameleon doen we dat in principe niet. We vragen aan een marktpartij, lever ons maar het gebouw wat wij het graag willen. En hoe je dat gaat doen, dat is ook een beetje aan jezelf als marktpartij. Even kijken wat ik nog meer wilde vertellen. Misschien nog even goed over die S'en. Dat is ook wel belangrijk om te weten als je hiermee iets wil. Bij de investering van een schoolgebouw betaalt de gemeente eigenlijk alle 6 van die S'en, dus de grond, het gebouw, de buitenkant, de binnenkant, alles wat in het gebouw gebeurt, wordt door de gemeente in initiële investering betaald. En daarna is het aan het schoolbestuur om daarmee aan de slag te gaan. Dus als een schoolbestuur iets moet vervangen tijdens de looptijd, wat niet een heel nieuw gebouw is, dan is het schoolbestuur daar zelf verantwoordelijk voor. Dat is niet meer de gemeente. De gemeente betaalt alleen de initiële investering. Als je dan zegt, we gaan samen met elkaar kijken naar hoe we dat geld zo goed mogelijk kunnen gebruiken, dus niet alleen maar meer ons geld en jullie geld, dan ben je als gemeente ineens ook meedenker over hoe je nou met de meubilair om kan gaan vanuit circulariteit. Dat betekent echt dat wij dingen anders moeten aanpakken. En dat is best wel een ingewikkelde puzzel voor ons geweest. Maar we zijn nu wel zover dat we dat, denk ik, redelijk uitgedacht hebben. En in januari komt onze aanbesteding naar verwachtingen op de markt. Ik heb ook de publicatie van de Bouwcoalitie gelezen, waarin ook een aantal van de modellen worden toegepast die wij ook gebruiken. De 10R staan daar bijvoorbeeld ook in. En die zien wij ook in de projecten terug die wij gebruiken. We hebben ook een rekenmodel gemaakt wat hierbij hoort. Doordat wij weten wat de inkomsten van het schoolbestuur zijn de komende 20, 30 jaar, omdat je die die kan je redelijk duidelijk definiëren. Daar is een programma van eisen voor. Dus we weten hoe de exploitatiemiddelen eruit zien. We weten wat we aan investering aan een schoolgebouw willen geven. En weten we ook hoe dat gebouw financieel gaat presteren de komende tijd. En dat is ook een belangrijke kurk waarop wij als gemeente en schoolbestuur samen tot keuzes maken als het gaat om een project. En dat hebben we bij de Chameleon ook voor het eerst uitgedacht.
ja, belangrijk, want het is natuurlijk ook gewoon belastinggeld waar we mee omgaan. Dus we proberen de kosten daarvan zo laag mogelijk te maken. Dan misschien iets over de Chameleon zelf. Het is een school in Zwanenburg. Die dateert van 1970. Jullie zien hier hoe die school er nu uitziet. Die school, die moet, deel wat hier staat, moet gerenoveerd worden. En er komt uitbreiding bij. Dit is ongeveer 1000 vierkante meter wat er nu staat. Er komt uitbreiding bij van ongeveer 1300 vierkante meter. Daar komt dan ook een integraal kindcentrum. Dus er komt kinderopvang bij. Ze noemen het zichzelf zelf community school. Wat betekent dat ze ook proberen om een functie voor de wijk en de omgeving te vervullen. Wat wij in het PVE opschrijven is bijvoorbeeld dat wij eisen stellen aan het energieprestatie van het gebouw, aan het binnenklimaat, aan het materiaalgebruik, maar ook aan het klimaatadaptief vermogen en functionaliteit in het beheer. Wij denken dat ongeveer 25% van de kosten die hiermee gemoeid zullen gaan uit de exploitatiemiddelen komen en dat dan overige deel meer vanuit de investering komt. En als dat anders, als we dat alleen maar, als we het school hadden gerenoveerd alleen, dan was dat nog wel hoger geworden. Dus wat wij nodig hebben van een marktpartij is dat we ook echt een garantie op de prestaties krijgen. Want als die garanties niet komen, dan kunnen wij, dan weten we dat we niet zeker of we met de middelen uitkomen. En dan kunnen we daar geen contract met een marktpartij besluiten. Dus die prestaties zijn echt een harde eis voor ons als gemeente en als schoolbestuur. Wat we dus zoeken is een, en daarmee is mijn oproep aan de markt ook wel echt manifest wat mij betreft. Wij zoeken een marktpartij of een consortium van marktpartijen die ons kunnen helpen om dit schoolgebouw op een goede manier neer te zetten en van onze functionele eisen in een mooi schoolgebouw om kunnen zetten. Dit gaan we niet één keer doen, deze exercitie, want wij verwachten dat we de komende jaren nog vele andere projecten op dezezelfde manier op de markt zullen zetten. Daarmee wil ik ook aan de markt af een signaal afgeven dat wij ons ook realiseren dat het voor een marktpartij misschien best wel eens een investering is om hierop te anticiperen. Maar dat het ook betekent dat er nog wel andere projecten aankomen waardoor je misschien waar je ook kans op zou kunnen maken als een marktpartij die op een aanbesteding van de gemeente dan wel het schoolbestuur ingaat. En dat je dus, als je goed bent, misschien wel meerdere projecten in de Haarlemmeer zou kunnen scoren. Ik lees Light as a Service, Klimaat as a Service. Wordt dat gezien als een goede TCO-invulling van de kostenverdeling gemeente schoolbesturen? Dat zou zeker, naar mijn idee, goede aanbieding zijn op een aantal onderdelen die wij in het bestek, of de aanbestedingsstukken hebben gezet. Het is natuurlijk wel een deel, hè, want licht en energie is onderdeel van het geheel, maar er zitten nogal meer punten bij die van belang zijn voor een goed schoolgebouw. Maar het is wel de richting waar we bijvoorbeeld in denken. Dus het is zeker een interessante om nog eens verder te krijgen. Wat wij vragen is ontwerp, bouw en design, build, maintain voor het schoolgebouw gedurende 20 jaar. Maar het gebouw moet minstens 40 jaar meegaan. Het moet energie-neutraal zijn. En als je het circulair maakt, dan is dat een pre. Energie-neutraal is echt een keiharde eis. Circulair is nu nog een nice to have, geen need to have. Maar dat gaat misschien in de toekomst wel veranderen. Vooralsnog hebben we dat echt wel als eis neergelegd. Dus als je als marktpartij bij ons meer punten wil scoren, dan zou ik je zeker aanraden om ook iets met circulariteit als punt gaan doen. Olivier, mag ik jou wat? Ja. Kijk met mij mee. Vertel verder wat ik nog niet verteld heb. Nou ja, wat bijzonder is aan deze casus en aan jullie houding is het feit dat jullie echt een hele integrale vraag aan de markt gaan stellen. Hè? Dus renovatie en nieuwbouw, energie-neutraal en circulair. En niet alleen op één school, maar straks op meerdere scholen. Dus er zit al een stukje volume in. Maar de grote zorg van de bouwagenda is natuurlijk altijd van hoe krijgen we dit soort leuke voorbeelden die er heus ook wel in onderwijsland hier en daar zijn en uitgedacht worden. En dat kost ons allemaal veel moeite en tijd, dat weet je alles van. Hoe krijgen we dat nou door de rest van het land ook voor elkaar? Hè? Hoe denk jij dat
dat de rest van de gemeentes hiermee om zou moeten gaan of gebruik zou kunnen maken van jouw kennis en ervaring? Wat ik in ieder geval doe, is dat ik altijd, en dat is afgelopen jaren meermalen gebeurd. Ik ben sinds 2017 programmamanager van het IHP. Iedere gemeente die mij vraagt, vertel mij eens hoe jullie dat in Haarlemmermeer gedaan hebben. Daar ga ik heen en dan ga ik mee in gesprek om uit te leggen hoe we dat doen. En ik probeer het enthousiasme wat ik heb voor wat ik in Haarlemmermeer doe, ook bij andere gemeentes over te brengen en ze uit te dagen of uit te leggen. Wat je ervoor krijgt als je het anders doet. En dat is bij mij het belangrijkste argument altijd. Nou, de kwaliteit van de gebouwen die je tot nu toe gekregen hebt, die was niet je dat. Dus misschien is dat al wel een belangrijk argument om het misschien eens anders aan te pakken en een andere vraag te gaan stellen. Want ook recente gebouwen zijn niet altijd supergoed. Dus het is niet per se zo dat het alleen de oudste voorraad is die slecht is. Ook recente gebouwen presteren gewoon soms nog echt belabberd. En dat zegt naar mijn idee echt heel veel over hoe dat anders moet. En wat ik heel erg probeer is, nou, met bijvoorbeeld partijen als Platform 31, na te denken over hoe zorg je nou dat dit schaalbaar wordt, zodat je dit kunt toepassen op nog veel meer schoolgebouwen in Nederland. En iedereen die zegt, ik wil graag leren van wat er in Haarlemmermeer gebeurt, die is van harte welkom en kan bij ons zeker zijn licht opsteken. En aan marktpartijen zeg ik altijd, als je ook iets wil uitproberen, omdat je denkt, ik heb een product wat misschien heel kansrijk is. Ik zeg altijd, zolang het de gezondheid van de docenten en de kinderen niet schaadt, en het ons iets kan brengen waarvan we denken dat we er wat aan hebben, dan ben je van harte welkom om bij ons dat uit te proberen. En als dat niet meteen kan, dan ben ik altijd bereid om te kijken hoe we daar nog verdere vormen in aan kunnen geven. Meer kan ik op zich nu niet doen. Meedenken met nieuwe wetgeving en proberen iedereen op te stoken en op te porren. Want het moet beter, het moet anders. We moeten gewoon harder ons best doen om het anders te doen. De wetgeving helpt niet mee, hè? Het belang dat jullie project gaat lukken en de volgende projecten is echt groot. Dus de oproepen aan marktpartijen is denk ik heel duidelijk. Doe mee, ga hier laten zien hoe het anders kan. En in bredere zin denk ik dat er echt op de hele opgave gewoon meer regie en hulp nodig is om gemeentes en schoolbesturen tot dit soort nieuwe vragen en ontwikkelingen te brengen, zeg maar. Maar dat gaat misschien verder dan jouw project, maar inspirerend wat mij betreft. Dankjewel voor deze... Wat ik zei, wij gaan in ieder geval in Haarlemmermeer, waar we er zelf verantwoordelijk voor zijn, proberen veel meer van dit soort projecten voor elkaar te maken. Dat staat gewoon in de uitgangspunten die we met elkaar gekozen hebben. Dus in ieder geval Haarlemmermeer gaat het gebeuren. Ik hoop dat het dan ook laten we beginnen bij de buurgemeente, dat we proberen met hen meer samen te werken. Om nog een voorbeeld te geven, renovaties van schoolgebouwen zullen de komende 30 jaar een zeer lucratieve markt zijn, is mijn voorzichtige inschatting. En zeker als je denkt, ik heb een aanpak voor een bepaald type schoolgebouw, dan denk ik dat het zeker interessant is om te kijken of je dat niet op, nou, bijvoorbeeld 10 of 20 schoolgebouwen tegelijkertijd kan toepassen. Omdat je daarmee wel echt meters kunt maken. En als je uitrekent hoeveel scholen we nog moeten aanpakken om het klimaatakkoord te halen, en je rekent dan uit hoeveel dat er per jaar of per week zijn, dan realiseer je ook dat we echt ontzettend hard aan de slag moeten om dit voor elkaar te krijgen. En dan, je zou bijna denken, hoe gaan we... Heb je die rekensom, Thierry? Die is echt... niet meteen paraat, maar die is echt bijzonder lastig. Want dan denk ik, is er dan nog wel een bouwbedrijf die iets anders gaat bouwen dan schoolgebouwen. Dus, ja. En er moeten ook 1000 huizen per dag verduurzaamd worden, dus tot 2050. Misschien kunnen we het stapelen. Ja. Ik heb hier ook nog een vraag voor je uit de studio. En even ter correctie van, het was zeker niet ook bedoeld dat jullie project een doodpaard, maar het was even wat wij als bouwagenda hierin konden doen, even on hold was gezet, omdat we daar gewoon niet meer doorheen kwamen. Maar Bernard, jij had... Gelukkig. Maar ik denk even voor de mensen thuis. Bernard, jij had nog een vraag aan Thierry. Ja, het is... vooral het laatste deel van het verhaal is uit ons hart gegrepen. Maar ik heb wel het gevoel dat je erg voorop loopt. Dat is natuurlijk al heel belangrijk en heel leuk.
Maar precies die punten die je op het einde noemde zijn essentieel voor de bouwagenda. Wij moeten naar die enorme aantallen toe. Dat kan alleen maar via grootschaligheid, een grootschalige aanpak. En dat moet dan vertaald worden in innovatie, waardoor uiteindelijk de kosten omlaag gaan en het betaalbaar wordt. Hoe kun jij, want bij jou is het heel vrijblijvend, je zegt tegen de gemeentes kom maar. Maar het zou goed zijn dat jij misschien met de VNG samen eens even een proactief project gaat bedenken om echt samen te gaan werken en een voorroedersgroep te hebben. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag die daarmee samenhangt is, jij vraagt de markt, je daagt de markt uit, aannemers, installateurs. Maar je noemt niet de financiers. Het is me altijd buitengewoon verbaasd ben ik altijd geweest dat de scholen ongeveer de enige gebouwen in Nederland zijn waar altijd... waar gebruik in feite en het eigendom niet gescheiden zijn. Wel juridisch, het schoolbestuur en de gemeente. Maar in Den Haag zit het rijk in gebouwen die door beleggers gemaakt zijn, door pensioenfondsen gebouwd zijn. En wij hebben wel eens gedacht, maar dat is door een aantal van jouw collega's afgewezen. Waarom zou je niet een aantal pensioenfondsen die grootschalig kunnen gaan bouwen, waardoor de kosten omlaag gaan, natuurlijk niet één standaardconcept, maar bijvoorbeeld de techniek breed kunnen uitrollen. Waarom ga je niet dat doen? En dan kunnen die schoolbesturen en die gemeentes bezighouden waarvoor ze echt belangrijk zijn. Niet voor het bouwen van scholen en niet voor het onderhoud van scholen. Ja, er zitten een paar combinaties van dingen in je vragen. Als ik bij die eerste begin, naast dat ik ambtenaar in Haarlem en Meer ben, ben ik lid van de VNG, dat noemen we officieel de samenwerkingscommissie tussen de VNG, de PO-raad en de VO-raad. Daar ben ik een soort adviseur, als adviseur bij gevraagd. En wat ik daar probeer is na te denken over hoe zorgen we nou dat dingen schaalbaar worden en hoe is het praktisch uitvoerbaar. En daarin probeer ik enorm te voorkomen dat ik een soort Don Quixote ben die als een idioot iets voor elkaar wil krijgen en dat daarna nooit meer lukt. Ook door gewoon heel praktisch te laten zien hoe je het dan kan doen en dat bij je collega's onder de aandacht te brengen. Wat ik al zei, de wet en regelgeving helpen daar gewoon absoluut niet in mee. Hè? Want je ziet bijna overal in Nederland hebben schoolbestuur en gemeente discussies met elkaar over budget, omdat ze gewoon die split incentives met elkaar hebben. Als de een veel betaalt, is de ander goedkoop uit en vice versa. En dat helpt gewoon niet, want daardoor vertraagt enorm de vervangingssnelheid van de schoolgebouwen. En dan zit je vanzelf aan zo'n vervangingsgraad van 69 jaar. De andere vraag over die financiering is, ik denk dat over het algemeen in onderwijshuisvestingsland gerekend wordt. En dat als je een gebouw als een service afneemt, dat je dan een belegger die wil daar winst op maken, wat op zich een logisch streven van een belegger is, dat je dan altijd ziet dat je dan als gemeente over de totale looptijd van je contract duurder uit bent dan als je dat allemaal zelf financiert bij de Bank Nederlandse Gemeente, waar je als gemeente bijna gratis je geld kunt lenen op dit moment. En volgens mij wordt dat rekensommetje gemaakt en leidt dat ertoe dat iedereen denkt, nou die belegger, die is duurder, dan ben ik duurder uit over de looptijd dan als ik het zelf zou gaan organiseren. Maar dan het is natuurlijk wel zo dat een belegger sneller tot resultaten zou kunnen komen als hij dat neerzet. Je ziet her en der wel van dat soort concepten. Dan gaan wij ook wel misschien her en der eens proberen. Hè. Stichting Maatschappelijk Vastgoed doet er dingen mee. Zenso doet er dingen mee. Er zijn een aantal partijen die het wel aanbieden. En die ook gewoon een aantal gemeenten wel scholen hebben neergezet die voor 40 jaar dan afgenomen worden. Maar het blijft gewoon een beetje. Het is echt een financieel een zeer bekrompen markt. Dus er is altijd geld tekort in deze sector. Dat is in Haarlemmeer ook zo. En bij ons is de gemeente graag bereid om daar extra geld in te stoppen. Maar dat is niet overal. Dus als je gewoon tegen normbedragen gaat bouwen, dan kan je gewoon geen school van maken op het moment. En er moeten gewoon meer middelen bij komen vanuit het Rijk, is mijn stellige overtuiging. Ja. Thierry, dankjewel om ons weer even helemaal bijgepraat te hebben op dit leuke, maar ook lastige dossier. Heel veel succes en we komen graag een keer kijken als de school echt klaar is. Ook al bestaat de bouwagenda dan niet meer, maar Van harte welkom. Die school bestaat er nog wel even, denk ik. Dus, daarom. Dankjewel. Tot ziens. Oké, dankjewel. Dag. Zo, dan zijn wij toegekomen aan het laatste gesprek hier.
Wij hebben als Bouwagenda de afgelopen 6 maanden eigenlijk een drietal sessies gehouden sinds de zomer over de verbinding tussen energiesystemen, het energiesysteem van de toekomst en de uitvoering van het klimaatakkoord in de gebouwde omgeving. Dat we toch zagen dat daar een verwantschap zat waar we nog iets mee moesten om die uitvoering goed op gang te krijgen. En ik zit hier nu met 3 heren die daarbij betrokken waren. Onze Bernard is weer terug. Bernard Wintjes. Naast mij zit Bernard Ter Haar, consultant bij ABD Top Consult van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Henry Bontebal, strateeg bij Stedin en CDA-kandidaat voor de Kamer. Ik heb dus 2 Bernards, dus ik hoop dat iedereen het hier gewoon goed begrijpt en dat jullie het ook goed kunnen volgen. Maar de Bernard rechts van mij, jij hebt een rapport uitgebracht, ook rond de zomer, over hoe de overheid eigenlijk met de andere overheden beter zou moeten samenwerken, ook op het onderwerp van de energietransitie. Zou je daar in een aantal zinnen eventjes iets over kunnen vertellen? Ja, graag, met alle plezier. Ik mocht inderdaad afgelopen jaar voorzitter zijn van de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen. Die had een opdracht gekregen van eigenlijk alle overheidslagen, dus de gemeentes, de provincies, de waterschappen en het Rijk. Om te kijken of wij voor de volgende kabinetsperiode, of in ieder geval een volgende periode, gewoon tot betere samenwerking zou kunnen komen tussen de overheidslagen op de grote maatschappelijke opgaves. Nou, dat was heel leuk om te doen, moet ik zeggen. We hadden ook een hele mooie groep met heel veel ervaring in het openbaar bestuur, op eigenlijk alle niveaus. En we hebben geprobeerd dat zo praktisch mogelijk te maken. Dus we hebben 3 casussen gepakt. De woningbouwopgave, de energietransitie en ook 1 in het sociaal domein, de ambulantisering van de GGZ. Ook omdat dat een mooi terrein is wat ook weer verbinding maakt tussen sociaal en fysiek. En gekeken of wat gaat er goed, wat kan er beter. We constateren vrij snel dat het aanzienlijk beter kan. Dat heeft geleid tot wat wij dan vanzelf het 4W-model noemen, maar ook daarmee ook al een soort handvat gegeven over hoe je kunt kijken naar wat er beter kan. Namelijk probeer meer greep te krijgen op wat is eigenlijk de opgave, wat wil ik eigenlijk bereiken, met wie wil ik dat doen. Je ziet ten aanzien van het eerste, wat wil ik bereiken, toch vaak dat er gekozen wordt, zeker interbestuurlijk, omdat dat ook politiek is, naar wat vage afspraken zonder dat die echt concreet gemaakt worden. Dus maak het meer concreet. Met wie ga ik het doen? Dan zie je vaak dat partijen ontbreken bij de woningbouwopgave, dat er dan toch niet voldoende aangesluiting is van de woningcorporaties of van de projectontwikkelaars, omdat de overheden dat te veel zelf proberen te organiseren. Wie doet dan wat? Dus daar zit een hele belangrijke regievraag in. Die regievraag komen we op alle dossiers tegen. En dat is ook logisch, omdat je ziet vanuit het verleden, zeg maar, een politieke keuze van je gaat erover of niet, dat het Rijk eigenlijk veel over de schutting had gekieperd en zich er eigenlijk te weinig mee bemoeide. Terwijl we op de maatschappelijke opgaves eigenlijk steeds weer zien dat juist betrokkenheid van alle overheden belangrijk is, ook van het Rijk. Dus dat zie je nu ook, overal de roep voor meer regie. Regie denken veel mensen dat het Rijk dan weer de baas moet spelen. We zeggen nee, dat is dus niet zo. Het regie betekent dat iemand organiseert, bij voorkeur zoveel mogelijk samen. Wat is het samenspel wat georganiseerd moet worden? Wat is de samenhang die aangebracht moet worden? En hoe ga je samenwerken? Dus 3 keer samen. En regie vraagt dus dat je dat bij elkaar brengt en ook zorgt dat het ook echt gebeurt. En dan het 4e is de instrumentenkoffer op orde voor die opgaves. Dat is voor een deel een financiële kwestie, vaak. We zien dat dat echt ook tot heel veel gedoe leidt in het interbestuurlijke verkeer. Heel veel ruzie over geld, zodat je eigenlijk aan de inhoud niet meer toekomt. Ook vaak dat je ziet dat budgetten heel erg verkokerd zijn neergezet, zodat het eigenlijk de maatschappelijke opgave die over die kokers heen gaat, niet gerealiseerd kan worden, omdat iedereen in zijn eigen koker blijft hangen, ook qua geld. En er soms ook gewoon te weinig geld beschikbaar is gesteld. Op die 4 dingen hebben we gezegd van daar kun je mee aan de slag. Kun je ook meteen mee beginnen. Hoef je ook niet te wachten tot de kabinetsformatie. En de urgentie is eigenlijk groot. Want de dingen die wij hebben onderzocht, die casussen, vragen eigenlijk toch heel, heel urgent om echt stappen vooruit. Nou, dat is in hoofdlijn een beetje ons rapport. Mooi. En wat zou je voor de energietransitie, als je dan zegt van dan moet ook op al die 4 W's eigenlijk aan de slag. Maar waar zit de urgentie daar het meest?
Nou ja, we hebben de energietransitie proberen uit te splitsen tussen zeg maar, de warmtetransitie en de energieproductie. Dat zijn de twee elementen die wij zelf hebben gepakt. Nou, op de warmtetransitie zie je nog wel dat de wattvraag nog best onduidelijk is. Hè. Dus formeel is voor vastgelegd dat de regie daar bij de gemeentes ligt. Maar heel veel gemeentes hebben eigenlijk geen idee wat ze moeten doen. Omdat de kennis daar ook ontbreekt. Dus kennis is ook een belangrijk element wat nodig is om die 4W-vragen echt serieus op te kunnen pakken. En er dus gezocht moet worden naar een schaal waarop het behapbaar is, waarbij je ook van elkaar kunt leren, waarbij je de synergie kunt bereiken, waarbij je schaalvoordelen kunt bereiken. En er toch ook meer landelijke regie nodig is om te borgen dat op elke plek in Nederland, die natuurlijk van elkaar verschilt en ook verschilt van de techniek die je in kunt zetten om uiteindelijk die warmtetransitie mogelijk te maken, maar dat je wel gezamenlijk kijkt van hoe ziet het hele speelveld eruit en hoe kunnen we uiteindelijk de schaal maken die nodig is, hè, om inderdaad dus iedere dag 1000 woningen te renoveren en uiteindelijk een plek te geven in die hele warmtetransitie. Henry, die kennis hè, die de ontbreekt bij gemeenten, die hebben denk ik de netbeheerders voor een deel wel. Kunnen jullie daar een rol in spelen inderdaad? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat de netbeheerders dat op dit moment ook doen. Hè, dus er worden inderdaad regionale energiestrategieën gemaakt. Daar zitten de netbeheerders actief aan tafel. Er worden transitievisie warmtes gemaakt. Idem dito zitten de netbeheerders aan tafel. Maar je kunt het niet alleen op de kennis van de netbeheerders doen. Want ook de netbeheerders overzien maar één stukje van het systeem. En daarnaast, en dat vind ik het goede van het rapport van Bernhard, maar ook van wat de Raad van State recent geschreven heeft in een schrijven over de klimaatwet. Het gaat ook om die institutionele inbedding, zeg maar. Dus iets als democratische legitimatie. Uiteindelijk zal de netbeheerder niet de partij moeten zijn die de keuze moet maken waar het heen moet. Dus wij moeten informeren, laten zien wat de consequenties zijn. Als je daar een zonnepark of een windpark neerzet, als je een wijk volledig elektrificeert, wat gebeurt er dan? Welke kosten moeten er gemaakt worden? Waar belanden die kosten? Het is echt een taak, denk ik, voor de netbeheerder om het inzichtelijk te maken. Maar waar het uiteindelijk heen moet, daar zal de netbeheerder niet moeten bepalen, denk ik. Ook omdat het een veel... Ja, het vraagstuk is veel meer dimensioneler. Ik weet niet of dat een goed woord is. Maar het gaat niet alleen over het energiesysteem. Er zitten vaak ook nog allerlei ruimtelijke opgaven. Misschien een riolering wat vervangen moet worden. Een woningcorporatie die wat moet doen. En ik denk wat Bernhard heel goed heeft opgeschreven is... enerzijds, er wordt nu een opgave... is er over de schutting gekieperd, zoals hij net zegt... En terwijl gemeentes te weinig kennis hebben en dit eigenlijk ook niet de middelen. We moeten veel beter naar de instrumenten gaan kijken. Er wordt heel veel gepraat over doelstellingen, prachtige plannen, maar te weinig over instrumenten. En het derde punt is echt regie. En dan niet regie van top-down enzovoorts, maar wel van wie doet wat. Heldere afspraken, partijen moeten elkaar echt serieus nemen. Want anders gaat die warmtetransitie net zo'n decentralisatie worden als we nu bij de jeugdzorg hebben gezien. Ja, dat moeten we proberen te voorkomen. Regie is iets wat wij vanuit de bouwagenda ook al een tijdje bepleiten. Zeker. Kijk, wij steunen, dus ik persoonlijk steun heel erg de conclusies van het rapport van mijn naamgenoot. Althans, mijn voornaamgenoot. Ja. Ook ik heb meegemaakt, ook in mijn vorig leven, dat heel sterk de neiging was om van centraal naar decentraal te gaan. Dat was natuurlijk ook feitelijk een bezuinigingsoperatie. Dat is niet alleen maar een kwestie van intelligent nadenken geweest. En je ziet dat het nu ver doorgeslagen is. Dat constateert het rapport van Bernhard. Tegelijkertijd zeggen wij ook vanuit de bouwagenda... natuurlijk moet er een andere samenwerking komen met de andere overheden. Daar kom ik zo op terug. Maar ook binnen Den Haag... moet er meer regie komen. Dus wij pleiten heel sterk. Je moet dat je gauw pleiten voor een nieuwe minister. Maar in dit geval doen we dat wel. We zeggen, we willen graag een minister hebben voor de ruimtelijke ordening en voor de bouw. Ik zeg bewust voor, geen nieuwe ministeries. Dat is allemaal, dan zijn de ambtenaren 3 jaar bezig om dat ministerie te organiseren. Maar wel dedicated. Als je de huidige ministerie van BZK ziet, met een voortreffelijke minister, dan gaat het niet toe. Maar die heeft zoveel andere dingen aan haar hoofd. Die heeft de AIVD aan haar hoofd, de grondwetherziening. En ga zo maar door. Dit project, het grootste project wat Nederland ooit meegemaakt heeft, het volledig verduurzamen van de bebouwde omgeving, vereist regie. Maar, en daar steun ik ook Bernhard erg in, dat kan niet top-down. Dat is een centrale regie, omdat nou eenmaal Den Haag beschikt uiteindelijk over de centrale kas. Dat is nodig. Maar van begin af aan met een horizontale, met een gelijkwaardig samenspel met de andere overheden. Dat wordt vaak beleden, maar het gebeurt niet vaak. Dus het is en-en. Het
is centrale regie in Den Haag, maar samen met. Want de opgave is gigantisch. Wat ook jij al zei, Henri, een gemeente kan dit allemaal niet. Die heeft steun nodig. Misschien dan toch een opmerking nog over de netbeheerders. Ik vind de netbeheerders hebben eigenlijk veel meer mogelijkheden dan ze naar buiten tonen. De organisaties zijn er 5 of 6 of 7, maar heel weinig in ieder geval. Die vast verbonden zijn met elke burger en elk huis in Nederland. Je kunt niet van netbeheerder veranderen. Met energie kun je per dag veranderen. Ze kennen de huizen natuurlijk als geen ander vanuit de techniek. Dus ik zou, ook als we dan over ontzorging praten en over andere ontwikkelingen, zou ik wel heel graag willen dat die netbeheerders een veel prominentere rol gaan spelen. Nou ja, je gaat de Kamer in. Dit is een politieke kwestie, want bij de splitsingswetten zijn allerlei afspraken gemaakt. Maar het is doodzonde dat zo'n club van bedrijven die overal zitten, die als geen ander de energievoorziening in Nederland kennen, niet beter ingeschakeld kunnen worden. Maar terug naar het begin. Een centrale regie, maar in Den Haag, maar een buitengewoon goed samenspel met provincies en andere overheden. Henry, wil je daar nog op reageren, op die uitnodiging van Bernard? Ja, nou ja, ik denk dat er soms ook iets te snel naar de netbeheerders gekeken wordt. Toch leuk voor jou. Nou ja, kijk, de opgave die de netbeheerders hebben is al enorm groot. He, dus als je alleen al ziet het werk wat wij gewoon in onze netten moeten doen, is al enorm groot. Daar zijn de netbeheerders goed in, dat kunnen ze, moeten ze vooral blijven doen. Als stedinggroep hebben we juist heel erg gezegd van onze kerntaak, dat is het belangrijkste. Hoe kunnen wij de energietransitie mogelijk maken door ons werk zo goed mogelijk te doen? Dat gaat over doorlooptijden, op klantvriendelijkheid enzovoorts. Natuurlijk weten wij iets van die klant, maar er zijn heel veel partijen die daar veel meer van weten. Hè? Dus renovatie van woningen moet je niet aan ons besteden. Hè? Daar zijn wij niet goed in. Dat zou een nieuwe taak zijn. Kijk dan vooral eerst naar de partijen die er wel goed in zijn. Hè? Dus netbeheerders zijn ook monopolisten. Nou, daar is niks mis mee, maar dat betekent wel dat je bij je kerntaak moet blijven. En we hebben al genoeg werk, dus wij moeten wel aan tafel zitten, kennis delen, laten zien wat de impact is op infrastructuur. Ja, maar want dat laatste is volgens mij nog wel, hè, dat dus ook echt laten zien wat de impact is, dat de keuze die nu soms te veel wordt neergelegd bij de gemeente van, nou zeg maar wat, hoe u het hebben wil, dan gaan wij het wel regelen. Daar zit natuurlijk wel een taak om ook te zeggen van, goh, is dat nou wel echt de maatschappelijk beste keuze voor ons allemaal? En kunnen we dat dan ook binnen een bepaalde tijd? Ja, dat gebeurt ook. Ja. Hè? Alleen wij hebben als. Dus het is aan al die tafels. Wij doen dat natuurlijk niet allemaal publiek. Maar aan die tafels gebeurt dat. Komen wij met kaarten en met bedragen. En met waar zitten onze stations? Soms wordt dat ervaren als ook overrompelend. Omdat wij ons zo goed hebben voorbereid soms. Ja. Dat andere partijen zeggen, ja, kan het alleen maar hier? Mogen die andere aspecten dan geen rol spelen? Ik denk wel wat wij moeten doen. En ik denk dat wij de afgelopen jaren als Stenen dat ook hebben gedaan. Is laten zien dat er een heel aantal knelpunten zitten die je niet aan de gemeente of aan de netbeheerder kan overlaten. Die bijvoorbeeld bovengemeentelijk zijn, boven regionaal. He, dus als we zeggen, we hebben groen gas, dat moet je op een of andere manier gaan verdelen. We hebben te maken met energiebelasting, met warmtewet. Dus er is heel veel wat je centraal moet afspreken. Nationaal, omdat er anders allerlei rare dingen gaan gebeuren in de afstemming. En ik denk dat daar het ministerie een hele grote rol heeft. En dat daar ook veel... dat het ministerie op dat punt ook veel laat liggen op dit moment. En hebben we het dan over binnenlandse zaken of over die versnippering had Bernard net over. Ja. Maar je zou net zoals een minister voor ruimte zou je ook kunnen zeggen van ja, misschien moeten alle energietransitietaken veel meer bij elkaar. Dat je niet als het over de verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat, dat je met Enwiebes te maken hebt en met Longren. Hè? Waarom zou dat niet bij één programma zitten? Ik weet niet of er een echte nieuwe minister voor ruimtelijke ordening moet zijn. Ik denk wel dat er veel meer aandacht naartoe moet. Maar dat veel beter samengewerkt moet worden. En dat je niet met de commissie wonen over de gebouwde omgeving moet praten. En met de commissie EZK over duurzame opwekking. Alles met elkaar te maken heeft. Maar toch een vraag even aan Bernard stellen. We zitten natuurlijk in Nederland. Mijn naam genoemd. In Nederland zitten we natuurlijk met het Torbek-verhaal. Dat is iets. Je mag overal aankomen in Nederland in de politiek, maar nooit aan het gebouw van Torbekken. Hoe ga je dat organiseren in een maatschappij, ook een politieke maatschappij, waar toch het Rijk, de provincies, de gemeenten, dat hele spel van Torbekken tot de dag van vandaag nog steeds in stand is? Hoe ga je dan toch organiseren dat er een gelijkwaardig samenspel komt? Hoe doe je dat? Ja, nou, het recept wat wij daarvoor aanreiken is richt gewoon in de bestuurlijke programmateams op. Dus haal mensen uit hun eigen organisatie.
Dus haal ze uit hun eigen koker, uit hun eigen zuiltje. En meteen ook weg van het wij-zij denken. En weg van, ja, maar ik ga hierover en daar ga ik niet over. Zet ze bij elkaar. Dat mag. Dat mag. En dat mag, ja zeker. Grondwettelijk zijn ook voorbeelden. Dat is ook allemaal geen probleem. Ik roep ook altijd, wetten zijn er alleen maar voor als het verkeerd gaat. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat het goed gaat. Dan heb je die wet ook niet nodig. Dus je kunt heel veel in Nederland. En zijn er inderdaad goede voorbeelden al? Ja, we hebben in ons eindrapport ook steeds proberen aan te duiden bij elke casus die we onderzochten. Niet alleen wat er beter kan, maar ook voorbeelden aan te reiken van dingen waar het wel goed kan. Dan zie je toch wel dat er best mogelijkheden zijn. Het is wel altijd mensenwerk. Hè? Dus het vraagt heel veel van mensen die durven ook even met lef hebben om een beetje om inderdaad uit hun eigen denkwereld te stappen en mee te denken met anderen. Maar die mensen laten juist ook dus vooral zien dat het ook kan. Ja. We hadden het net wel al eventjes over die regime. Dat moet je inderdaad niet overnemen. En die versnippering moeten we in ieder geval iets aan doen. Moet het Rijk iets aan doen? Ik zeg dan ook we, want ik ben een stukje Rijk. Maar, met de Rijk. Ja. Wat moet het Rijk nog meer doen om die toch die regie ook wel invulling te geven? Naast ook zo mee te gaan doen op gelijkwaardige basis in zo'n programma? Ja, nou ja, de eigen verkokering ook tegengaan. Bernhard roept, zegt terecht dat echt een ding is wat in Den Haag ook huiswerk is. Ik denk dat dat echt zo is. Ik geloof dat dat besef ook wel een beetje begint te komen. Dat we echt staan voor een grote verbouwing van Nederland. Echt in zijn integraliteit. Hè. Dus al die dingen samen is echt een enorme verbouwing van Nederland. En daar zijn eigenlijk al die partijen voor nodig. En ik roep zelf ook intern binnen de Rijksdienst nu van ja, we hoeven ook niet te wachten tot de formatietafel iets bedacht heeft. Je kunt het eigenlijk veel beter voor zijn. Ja. En eigenlijk nu, en dat is ook de oproep die we in het studiegroeprapport zetten, begin nu met nadenken, begin nu concrete plannen te maken. Begin nu die opgave ook helder te formuleren en vanuit die opgave gericht werken ook echt aan de slag te gaan. Lukt dat, denk je? Ja. Lukt dat? Vind jij... Weerklank hier in Den Haag? Ik merk eigenlijk bij alle partijen die op dit moment nu ook aan het nadenken zijn, niet alleen over de formatie, maar ook over wat dat allemaal betekent, dat ze ook zich echt aangesproken voelen op, ja, je hebt eigenlijk gelijk, we moeten ook niet wachten tot die formatietafel, want uiteindelijk, dat groepje mensen wat daar aan tafel zit, heeft er natuurlijk minder verstand van dan wij. Dus als we gaan zitten wachten tot wat zij daar dan onderling hebben bedacht en in een soort compromis uit hebben gewerkt. We kunnen veel beter iets concreets op tafel leggen. Je zit natuurlijk nu met een toekomstige politicus hier ook mede aan tafel, ja, die daar misschien wel wat van vindt. Ja, ja, ik vind dat waarschijnlijk heel prettig om uiteindelijk een paar heldere keuzes voor te leggen te krijgen. Ja, in plaats van alles zelf te moeten verzinnen. Ja. Nou ja, en ik denk ook, en dan komt toch een beetje de politicus in mij boven. Ja. Kijk, er is een zeker binnen CDA-huizen een principe wat erg belangrijk wordt gevonden. En dat is eigenlijk het klassieke subsidiariteitsprincipe. Ja. Dus beleg die dingen daar waar ze het best passen. Dat wordt vaak uitgelegd, beleg ze op het laagste niveau. Ik denk dat dat hier ook fout gaat. Hè? Dus men zegt, nou, als het maar laag genoeg ligt bij de gemeente, dan gaat het goed. Dan ligt het dicht bij de burger. Dat is de dichtstbijzijnde overheid. Maar in een heel aantal stukken van die warmtetransitie werkt dat niet zo. Een energiebelasting bepalen we landelijk. Subsidies bepalen we landelijk. Dus misschien moet je in die hele warmtetransitie niet de hele opgave naar de gemeente sturen, maar zeggen, oké, als we naar een collectieve warmtevoorziening gaan, dan is die gemeente de dichtstbijzijnde overheid en die pakt het dan via een wijkgerichte aanpak op. Maar die andere routes die minstens even belangrijk zijn en naast die collectieve route moeten staan, zoals het verduurzamen van je gas, hybride warmtepompen uitrollen, elektrificatie stimuleren. Misschien moet je dat niet bij de gemeente laten, maar zeggen, nou, dat doen we nou juist via landelijke programma's. Dus kijk gewoon heel goed naar die beleidsopgave en kijk ook waar is welke overheid aanzet. Dat is wel een herijking van de huidige strategieën. Ja, ik denk dat dat hard nodig is, want je ziet het niet voldoende op gang komen nu. En al die gemeentes worstelen, die hebben die opgave naar zich toe getrokken en ook gekregen. Maar die beginnen nu met de hand in de haar te zien zitten, want projecten komen niet los. Er is geen geld, ze missen instrumenten. Nou, dat heeft allemaal met dit vraagstuk, denk ik, te maken. Ja, dus dat ligt spannend, echt, hè? Want CDA is natuurlijk van huis uit natuurlijk geen partij voor centrale regie. Ja, dat vind ik dus een misvatting, dat zo zou zijn. Het subsidiariteitsprincipe is altijd leidend geweest. Dus wij hebben altijd gezegd, als iets nationaal
kan, moet je, of als iets decentraal kan, moet je het decentraal doen. Maar als dat niet kan, dan moet je het daar ook niet doen. Er is ook zoiets als, zou ik zeggen, een soort opwaartse subsidiariteit. Soms zijn het dingen die je zelfs boven nationaal Europees moet doen. Zeker. Dus subsidiariteit zou ik niet uitleggen als gooi alles over de schutting bij de laagste overheid. Ja. Misschien ook daar vragen over. Ja. Want Europa gaat, Bernard, Europa gaat de verduurzaming van de bebouwde omgeving als een speerpunt maken. Als het plan van Timmermans doorgaat, en daar ga ik wel vanuit. Ja. Hoe zie je dat bestuurlijk dan? Want dan krijg je natuurlijk weer een bestuurslaag erbij. Of zie je dat ook weer in de vorm van een gemeenschappelijk... Wat voor rol gaat dan Brussel spelen in jouw model, Bernard? Nou ja, Brussel kan een opgave formuleren. Ja. Maar de opgave moet natuurlijk wel ergens gerealiseerd worden. En dat realiseren zal toch uiteindelijk, zeker bij die warmtetransitie, met de burger, samen met de burger moeten. En dus is het ook heel logisch dat je deze maatschappelijke opgave wel ook vanuit het gemeentelijk niveau opbouwt. Maar wel dus in verbinding met alle schakels daarboven. Ja. Want die heb je echt nodig om het uiteindelijk tot een succes te maken. En dat is ook wat wij als studiegroep ook zeggen. Van je, bijna elke maatschappelijke opgave kun je vanuit de regio opbouwen. Doe het ook. Dus, maar zoek dan wel ook de verbinding met elkaar. En zoek ook wel de verbinding naar centraal. Want uiteindelijk daarmee maak je het gewoon sterker, maak je het krachtiger. En maak je het uiteindelijk ook veel effectiever. En daar speelt Europa nog weer een extra dimensie in. Voor een deel door de opgaven die ze kunnen formuleren, kwantitatief. Ja. Voor een deel ook omdat ze natuurlijk een beetje mee kunnen helpen af en toe met financiële middelen. Maar zou ik niet zeggen, schakel de Rijksoverheid uit. Hè? Brussel, de regio. Nou ja, dat soort ontwikkelingen lijkt mij niet wenselijk. Maar ik weet niet hoe jij denkt. Ik denk zelf dat je ook hier dus heel precies moet kijken, wat wil je. Ik zou niet zeggen dat Europa moet bepalen welke wijken hier in Nederland verduurzaamd moet worden. Dat kan niet. Maar naast wat Bernard zegt, bijvoorbeeld normering. Hè, als de meeste apparaten worden genormeerd inmiddels vanuit Brussel. Europa, ja. Nou, de ecodesignrichtlijn bijvoorbeeld. We zouden bijvoorbeeld met elkaar kunnen afspreken dat gasketels, dat die een veel hogere efficiëntienorm krijgen. Zodat op termijn bijvoorbeeld de hybride warmteketel gewoon de norm wordt. Dat moet je via Europa doen. Ja. Dus normering is een super effectief beleidsinstrument. Heel kosteneffectief. Moet je Europees doen, zodat een ketelfabrikant weet, als ik een hybride warmtepomp maak, kan ik hem in heel Europa uitrollen. Europa moet zich niet bemoeien met wat een gemeente in een wijk moet gaan doen. Dus heel precies kijken welke overheidslaag kan wat doen. En wie moet dat nu eigenlijk dan ook gaan uitdokteren? Hè, wie wat moet doen? Moet dat dus dan inderdaad zo'n interbestuurlijke, of misschien ook nog wel publiek-private club worden die hierover gaat nadenken de komende maanden tot aan de... Ja, we hebben het binnen de bouwagenda natuurlijk ook gehad over een soort nationaal programma. Ja. Waarin al die spelers bij elkaar zitten. Ik denk dat persoonlijk een heel goede ontwikkeling zou zijn. Ja, ja. Ik denk het ook, ja. Zoiets is in de industrie ook gebeurd... andere sector, maar... Ja, kijk, industrie is natuurlijk zo dat je daar beperkt aantallen praat. Kijk, de industrie op dit moment is heel erg gericht op CO2, CO2 beperken. Hè? En dan praat je in Nederland over 30 bedrijven die 90% van de industrie CO2-emissie verantwoordelijkheid dragen. Dat is makkelijk te overzien. Hier praat je natuurlijk over 8 miljoen. In ieder geval 4,5 miljoen private bewoners en dan de corporaties. Maar precies hetzelfde wat jij zegt. Wij hebben niet voor niks een Tiki-rapport gekregen, gelukkig in Nederland. We gaan naar de PD en we gaan naar de MIEK. Nou, allerlei mooie afkortingen die eigenlijk uitgaan van centrale regie. Ook vanuit de industrie. Wat is er nodig aan infrastructuur? Wat moeten de netbeheerders leveren om bedrijven te kunnen laten elektrificeren die nu nog met fossiele energie bezig zijn? Nou, dat gaat veel centraler. Ja. En daar speelt ook de nationale overheid natuurlijk een veel grotere rol nog. Ik bedoel, als je een nieuwe centrale moet bouwen of je moet een 380 kV-kabel in Zeeland aanleggen. Ja, daar speelt de gemeente wel een rol, maar een kleine rol. Kunnen we dus wel iets van leren, maar we moeten het hier wel echt anders aanpakken. Het is een heel andere manier van denken, want kijk, daar is het ook heel simpel. De overheid zegt gewoon, je moet CO2 besparen, anders ga je betalen. Dat zeggen we niet aan de burger, nog niet. Nee. Europa schijnt dat wel van plan te zijn, maar we zeggen niet aan de burger dat je de CO2-belasting moet betalen. Je hebt die ODE-belasting, dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus de burger gebruikt nog niet de stok. Nee. Wel de wortel.
in de industrie wordt wel de stok gebruikt. Maar ook de wortel, de SDE-subsidie is allemaal heel technisch. Maar daar is het, is een andere manier van denken en werken. Ja. Ja, wat ik wel leuk vind ook bij Tiki is dat ze wel dat succes eigenlijk tot stand gekomen is, omdat ze uiteindelijk ook regionaal konden gaan denken. Dat is waar. En dat heeft enorm geholpen daar om uiteindelijk tot een gezamenlijkheid te komen. En ik denk dat is dus een les die we ook in de warmtetransitie wel heel nadrukkelijk weer kunnen gebruiken. Dat je hebt echt ook die regionale aanpak nodig om uiteindelijk landelijk ook uiteindelijk tot goede afspraken te kunnen komen. We hebben ook die vijf clusters, of zes clusters in feite gevormd in de industrie. Hè? Ja. Gewoon echt Limburg. Heel erg decentraal georganiseerd, maar wel met, daar zit het Rijk wel heel diep in natuurlijk ook, hè? Zoals jij ook in je eigen rapport schrijft, dat blijft natuurlijk. Ja. En wat zou een indeling kunnen zijn ook voor de warmtetransitie? Moet je dan richting provincies? Of we hebben natuurlijk nu die RES'en of de netbeheerders die regionaal verspreid zijn? Ja, ik weet niet uit mijn hoofd dat we daar in het studiegroeprapport over zeggen. Maar ik geloof wel dat we daar zeggen dat ook de provincies daar een bepaalde rol zou kunnen spelen. Omdat dan heb je wel meteen een zekere schaal te pakken. Ja. We zeggen in ieder geval ook dat die netbeheerders een belangrijke functie moeten krijgen. Ja. Ook in het ontwikkelen van de concrete opgaves. En ik zelf denk ook dat die hele infrastructurele kant ook gewoon echt ontzettend belangrijk is. En ook best ingewikkeld en ook veel tijd kost. Dus hoe eerder je daarmee kunt beginnen, hoe makkelijk het je ook maakt om de rest te realiseren. En de bouw moet erbij aansluiten, de bouwde omgeving. Hè? We praten over de Tiki is eigenlijk heel industrieel. Maar als je praat over waar wil je biogas hebben, waar wil je waterstof in de toekomst hebben, waar zie je geothermie? Ja, dat staat in het Tiki-rapport voor de industrie beschreven. Daar hebben wij in ons overleg vorige week ook over gehad, dat we dat moeten aansluiten vanuit de bouw met de Tiki. Ja, dat is nog een beschikbaar opgave voor de bouw. Ja, en ik denk de provincie, een aantal provincies pakken het al op. Dus ik vraag mezelf af of de RES-regio het wel een geschikt instrument is. Er zit geen bestuurslaag, geen democratische legitimatie, zit daar omheen. Dat is ook wat de Raad van State concludeert. Die ziet daar een probleem. Ik denk dat dat terecht is. Ja. De provincie is echt iets. Ja. En er zijn soms bovengemeentelijke opgaven die een provincie kan oppakken. In Zuid-Holland bijvoorbeeld kijkt de gemeente of de provincie naar regionaal warmtenet. Dat is iets wat de gemeente zelf niet oppakt, maar op het moment dat als oplossing naar boven komt drijven, komt er misschien ook een natuurlijke rol voor de provincie om bijvoorbeeld op het gebied van dat soort infrastructuur mee te gaan doen. Ja. Ik zie bijvoorbeeld in Zeeland, daar helpt de provincie Zeeland die gemeentes heel erg om een transitievisie warmte te maken. Die hebben dat vanaf het begin, hebben ze dat al samen gedaan. Dus met elkaar één bureau inhuren, afstemming. Dus daar zie je dat eigenlijk in Zeeland, dat de provincie die natuurlijke rol al pakt. Al pakt, ja. Maar dat is wel een mooie misschien dus ook voor andere provincies om te gaan doen. Ik moet gaan afronden, heren. Is er nog iemand die een laatste statement wil maken? Bernard, naar jou mag ik nog één vraag stellen. Ja, het rapport is er. Heel kort even. Het rapport is er. Hoe ga je verder? Komt er een vervolg? Komt er een begeleiding? Komt er vervolg. Ik mag eigenlijk op heel veel plekken op dit moment het rapport toelichten. Dat zie je ook dat heel veel clubs ermee bezig zijn. Dat geldt zowel voor bestuurlijk als ook voor in de private sector. Veel mensen zijn ook zelf bezig met het maken van het ontwerpen van een brief aan de formateur of aan een memo of zo. Daarvan roep ik, hou er meteen mee op. Het heeft geen zin. Ga het met vanaf het begin samen doen. En ik merk ook wel dat dus een beetje begint te ontstaan. Dat mensen elkaar, dat groepjes beginnen te vormen. Er is ook regelmatig op dit moment een overleg ook vanuit de verschillende koepels van de overheid, over openbaar bestuur. Dus de VNG, de IPO, de Unie van Waterschappen. Samen met een paar departementen. Die proberen ook gewoon te kijken wat zij dus zelf op dit moment de komende maanden nog op de rails kunnen zetten. De tijd tot de formatie is natuurlijk relatief kort. Maar we proberen echt wel het idee van we kunnen maar beter zelf al zo ver mogelijk zijn. Zo concreet mogelijk alvast aangeven wat we denken dat nodig is. Dan helpen we de formatie ook enorm uiteindelijk om naar een paar knopen door te hakken. Ja. Of het allemaal lukt. De wereld van het openbaar bestuur is vrij stroperig. Maar ik merk gewoon wel echt veel energie en ook gevoel van urgentie. We hebben misschien ook wel een aantal keuzes gewoon te lang uitgesteld. Dat kan ook echt niet langer. Die urgentie helpt dan. En dan toch ook weer de vorming van zo'n nieuw kabinet geeft misschien ook weer even momentum.
En als we dan, wat jij zegt, ik zie hier en daar echt mensen die hier iets mee willen. Als die nu laten zien dat het kan, dan komt er misschien ook een beweging op gang. Twee politieke vraagstukken die je niet aan het veld zelf kunt overlaten. Eén is, wie gaat het betalen? Er is een discussie over woonlastenneutraliteit. We moeten eerlijk zijn, dit kost geld. Ja. En nu wordt daar niet over gesproken. De politiek duikt op dat punt weg. Ja. Ik vind dat slecht. Daar moet je een keuze over maken. Wie gaat dat betalen? Ja. Twee, hoeveel doorzettingsmacht willen we straks gaan gebruiken? Dat is ook in het conceptklimaatakkoord is daar iets over geschreven. Dat is er later uitgefietst. Ja. Er komt nu een warmtewet en in het Kielzog een omgevingswet die straks gemeenten in staat stelt veel meer dwang uit te oefenen. Dat is een politiek vraagstuk. Willen we uiteindelijk mensen dwingen om van het gas af te gaan? Ja. Wat zegt het CDA dan? Ik zou zeggen, doe dat niet, want er zijn nog veel meer andere instrumenten die we nog niet ingezet hebben. Op basis van stimulering via prijsprikkels. Maar wethouders zeggen natuurlijk nu wel eens, geef mij in ieder geval de mogelijkheid, net als bij onteigening, als een soort laatste redmiddel, dat ik het uiteindelijk kan afdwingen. Ik vind dat je daarover moet nadenken. Ja. Dus op het moment dat er een hele wijk van 100 woningen, één iemand op het gas blijft, en wel heel veel kosten veroorzaakt, dan moet je daarover nadenken. Maar dan zou ik ook zeggen, laten we ook technisch nog even kijken wat mogelijk is om die ene klant nog even te blijven beleven. Hè. Dus dan misschien dat we met innovatie ook wel zo ver kunnen komen dat we die dwang niet eens hoeven toepassen. Maar van de week heb ik met Bernhard al een ander debat gehad. Als je ergens niet aan moet komen, is het aan de auto en aan het huis van iemand. Ja. Dus kijk uit met achter de voordeur als overheid heel hard in te grijpen. Want ik denk dat uiteindelijk niet constructief gaat zijn. Maar die twee punten moeten wel echt terugkomen in het hopelijk ook in het debat over exact. Richting de verkiezingen de komende tijd als het over energietransitie gaat. Ja, heren, dank. Dan rest mij eigenlijk alleen nog jullie te wijzen op dat jullie een uitnodiging hebben gekregen voor het event via Bouwagenda op 18 maart van 1 tot 6... Wij hopen daar ook weer wij hopen jullie daar dan allemaal te zien. En dat we op die manier ook afscheid kunnen nemen. Mocht dat niet lukken, dan gaan we een soort setting als vandaag hanteren. Maar wij hopen er nog steeds op dat het fysiek kan. En we hopen jullie daar dus dan ook allemaal graag te zien. Bedankt en tot dan. 18 maart van 1 tot 6.